Middernacht, het begin van maandag 26 mei. Marianne Koekoek met het NOS-journaal. Bij de Europese verkiezingen in Nederland heeft het CDA de meeste zetels binnengehaald. D66 kreeg de meeste stemmen, maar dankzij de lijstverbinding met ChristenUnie en SGP krijgt het CDA meer zetels, namelijk 5. D66 haalt er 4. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen. De PVV haalt er ook 4 en dat is 1 meer dan donderdag werd voorspeld. VVD en PvdA krijgen elk 3, SP heeft er 2, GroenLinks heeft er 2, ChristenUnie en SGP hebben er 2 en de Partij voor de Dieren 1. 50PLUS, die donderdag volgens exitpolls nog 1 zetel haalde, komt niet in het Europarlement. De fractie van ChristenDemocraten en Conservatieven blijft ondanks verlies de grootste in het Europese parlement. De Luxemburger Juncker heeft alvast het voorzitterschap van de Europese Commissie opgeëist, maar de sociaal-democratische leider Schulz wijst erop dat hij dan ook de steun van zijn fractie nodig heeft. De sociaal-democraten blijven de tweede fractie, gevolgd door de liberalen. Winst is er voor de meeste eurosceptische partijen. Zo is Front National in Frankrijk volgens prognoses de grootste geworden met bijna 1/4 van de stemmen. De PVV en Vlaams Belang behoren tot de weinige eurosceptische partijen die verliezen. Het is nog erg onzeker of de eurosceptische partijen samen een fractie kunnen vormen. De opkomst was 43,1%, ongeveer gelijk aan 5 jaar geleden. En bij de Belgische verkiezingen zijn de Vlaamse nationalisten de grote winnaar. De N-VA van Bart De Wever haalde in Vlaanderen ruim 30% van de stemmen en wordt daarmee de grootste partij in zowel het Vlaamse als het landelijke parlement. Of De Wever een rol kan spelen bij de formatie op landelijk niveau is de vraag, want de huidige coalitie van premier Rupo houdt een ruime meerderheid. Dan nog het weer, vannacht meest droog, maar in het zuiden neemt de kans op buien toe. Overdag breiden de buien zich langzaam uit naar het noorden, mogelijk met onweer en lokaal veel regen. Het wordt morgen 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poont. En mijn naam is dus Jan Roos. En dan ben ik dus Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Ja Jan, en Echte Jan, dat ben je niet. Dat is dus genetisch bepaald. Dus heb je eindelijk iets te zeggen over het Europese project. Maar blijf je op je klagende gat zitten op de bank. Zoals maar liefst 65% van de Nederlandse stemgerechtigden, Jan. Dan weer een onwijze Johan. Dat kunnen we wel zeggen, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Ja. Echte Jan of Johan, Echte Jan. Of Johan, ja, ja, daar gaan we, Jan. Klaar voor. Of Johan, Echte Jan. Of Johan. Ah, deze meneer die dacht dat hij gewonnen had. Maar dat heeft hij niet. Nee. Alexander Pechtold. Overtuigend heeft Nederland voor Europa gekozen. Nee, dat dacht ik dus niet, Alexander. De vrolijke wijze veilingmeester die claimde dus samen met zijn land op heffersschilden de overwinning van de Europese verkiezingen. Maar liefst 5% van de totale bevolking die stemde op D66. Waar vroeger de delen stond voor democraten, maar tegenwoordig voor duivelaanbidders. Waar staat Pechtold en D666 eigenlijk al wel voor? En wat willen ze? En waar moeten we heen met het land? Niemand die het weet, en Alexander dus ook niet. Dus toch knap om die verkiezingen net niet te winnen. Hè? Omdat 65% dus van die idioten thuisbleven. Ah. In ieder geval, wat ik ook zo mooi vind, hè, want Alexander die dacht niet alleen dat Alexander gewonnen had. De Volkskrant die zette op de voorpagina op vrijdag D66 voor gewonnen, PVV verloren. Allebei lulkoek. Toch enig? Ja, hoewel ze wel, moeten we even bijvertellen, de meeste stemmen hadden, de D66'ers. Ja. Maar en dat onze christelijke vrienden weer aan een vijfde zeteltje komen via een restzetelrommel en een lijstverbinding. Nou? Dat maakt niet uit. Je bent toch blij dat Alexander Pechtold... Of je nou wint met een penalty of een buitenspeldoel, winnen is winnen. Zo is het. We gaan verder over winnen gesproken met Diederik Samson. Er is maar één ding belangrijk in de komende jaren en dat is werk, werk en nog eens werk. Oh, ja, nou. Ik kan ook gelijk op zoek naar werk, dacht ik zo. Ja, nou, het gekke is, je zou zeggen, wederom minder stemmen gehaald, wederom een slechte uitslag, met de vingernagels je 3 zeteltjes gehouden.
Je zou toch zeggen, ga nou. Maar ik durf te wedden dat Didi Samson er uitgemept moet worden uit zijn eigen partij. Want hij gaat niet, Jan. Hij gaat het licht zelf uitdoen, denk ik. Dat denk ik ook. Als de partij op 0,0 zetels rond staat. Als er alleen nog Diederik er nog is. Dat hij dan zegt, iedereen naar huis is. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik ga weg. Ik heb nog 15 stemmen over. Ik ga terug naar de rubberen boot. Nee, maar serieus, dat kan toch niet langer. Daar komt er toch oproer van binnen, of denk je van niet? Nou, er is een kans. Jullie staan toch al lang in de coulissen te wachten? Ja, als jullie staat een beetje zijn handen te wrijven te wachten tot het de boel explodeert. Want we hebben natuurlijk ook nog, hoe heet ze die mevrouw? Nou ja, goed, er is heel veel gedoe intern. Laat ik zo zeggen, er is ruzie binnen de PvdA. Maar ja. Ik ga niet elke week beginnen met een scoop. Want vorige week heb ik niet uit kunnen slapen door het gezeik. Goed, wat was is je tv gekomen eigenlijk? Ga toch om met je gezanik. Ik doe nooit meer zoiets. Wil jij alsjeblieft nu eventjes zeggen of het Jan of Johan is? Oh nee, ja, dat weet je zelf, Johan. Ja, hè. Oh, over Johan gesproken, Arnold Grunberg. In zaken discussie over Europa mist de kiezer gewoon deskundigheid om echt ergens goed over te kunnen meepraten. Ja, natuurlijk is onze Grunberg al een heel jaar lang niet serieus te nemen. Het arme joch is natuurlijk al jaren psychotisch en onafvolbaar met zijn bezopen columns op de voorpagina van de Volkskrant. Maar op de dag van de verkiezingen schrijven dat een stem tegen het Europese project hun stem op fascisten is, dan ben je rijp voor een inlichting. Ja, het laatste Europese project overigens werd gevormd door fascisten. En die wil graag Arnon en zijn familie aan de andere kant van de lijn helpen. Geschiedsvervalsing over de rug van je eigen volk, Arnon. Dat is pas echt verraad. Arnon Grunberg, de Johan van de eeuw. Mooi, hè? Dat leek een echo. Dat deed je zelf, hè? Maar ik deed het zelf. Dat was wel knap, hoor. Dank je. We gaan nog even verder met iets totaal anders, namelijk bij Jurgen Kuipers. Ik kan heel goed balans vinden tussen mijn werk en tussen mijn baan als scheidsrechter. Kijk eens aan. Tussen mijn werk en mijn baan als scheidsrechter. Ik kan onwijs goed de balans vinden tussen mijn werk en mijn baan als radiopresentator. Nou, is toch leuk? Ja. Maar goed, er stond weer eens een Nederlander in de Champions League finale. Nou, hij deed het helemaal niet slecht. Iedereen liep wat te zeiken. Maar in elk geval heeft hij de Spanjaarden zo moe gefloten dat tegen de tijd dat ze tegen Nederland moeten op het openingsduel van Oranje op het WK op vrijdag 13 juni de Spanjolen nog met de tong op de voet lopen. Ja. Maar we gaan alsnog na 3 wedstrijden naar huis. Ja, misschien wel na 1 als we het gewoon niet laten zitten. Ik denk gewoon zitten. Na 1 wedstrijd? Zo leuk zijn, gewoon weer gaan meteen. Oh, zo slecht, gaan we meteen naar huis. Ah, je hebt gelijk ook. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, voordat we naar onze hoofdgast gaan, gaan we eerst even naar Joost Vullings vanuit Nieuwsport. Joost, hoe is het daar? Ja, nou ja, het CDA staat te juichen. En voor de rest staat iedereen een beetje tv te kijken. Beginnen de eerste mensen toch alweer naar huis te gaan. En iedereen zat toch wel te kijken, want de uitslag wijkt toch nog best wel af van de exit polls. Dus wat dat betreft zijn er nog wel wat verrassingen. Ja, nee. Joost, het is toch een voorlopige uitslag, of niet? Ja, kijk, dit is opgeteld. Dit zijn wel, zeggen we hebben in Nederland kennelijk kiesdistricten. Die hebben alle stemmen doorgebeld aan een ANP. Die hebben de rekenmachine gepakt. Dus dat is niet de kiesraad. Nee. Dus de echte officiële uitslag die volgt pas vrijdag. Ja, en dat zou in principe nog iets kunnen afwijken. Ja, maar laten we er maar niet van uitgaan. Vinden we dat niet een beetje raar eigenlijk, Joost? Dat we 3 dagen geleden naar de stembus zijn gegaan en dat ze verdomme dan nog niet weten hoe de uitslag is? Ja, dat vind ik zelf ook wel een beetje raar. Ja. Kijk, straks wijkt het weer af. Dan hebben we wel 3 keer een nieuwsmoment. Hè? Daar leven we dan ook toch weer van. Leuk, natuurlijk. Ja. Maar ja, je wilt toch eigenlijk al sowieso donderdagavond weten wat de uitslag is. En dan hebben we nu een uitslag. Maar goed, het ANP heeft niet gemeld, zover ik weet, dat het onzeker is. Want soms met die restzetels, ja, dan is het een hele ingewikkelde berekening. En dan kan je soms dat je denkt, nou, deze zetel vinden we te lastig om toe te wijzen. Maar ze hebben alle zetels toegewezen. Dus ik ga ervan uit dat het wel dat dit de goede uitslag wordt. Maar het is toch eigenlijk om te huilen dat we afhankelijk zijn van het ANP om te horen wat we afgelopen donderdag hebben gestemd. Ja, maar daar kunnen ze ook rekenen. Nou ja, niet zo snel blijkbaar. Maar goed, blijdschap dus bij de Christendemocraten. Die ondanks dat ze verloren hebben eigenlijk. Niet hadden verwacht dat ze alsnog aan de top van de lijst zouden staan, of wel? Nee, het gek is eigenlijk dat de definitieve uitslag nog eigenlijk heel erg bepaald is door al die lijstverbindingen. Want, nou ja, jullie hadden net ook al een briljante analyse van de uitslag. Maar D66, de grootste in het aantal stemmen. Maar het CDA, die gaat er met een zetel extra vandoor. Vanwege een lijstverbinding met de ChristenUnie-SGP. En bijvoorbeeld de SP is ook 2/10 groter
dan de Partij van de Arbeid. Nee, ja. Dat kunnen ze dan wel vieren, maar uiteindelijk hebben ze wel een zetel minder. En dat komt omdat de Partij van de Arbeid een lijstverbinding heeft met GroenLinks. Dus je ziet dat het aangaan van die lijstverbindingen dus bij deze verkiezing zeer bepalend is voor de uitslag. Joost, nu houden de echte Jan helemaal niet van natrappen of iemand die al op de grond ligt nog een ongelooflijke schop in zijn mail te verkopen. Maar hoe keek Diederik Samson nou toen hij de uitslag zag? Nou, Diederik Samson die was hier niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, die is in Amsterdam op de Herengracht. Dus die krijgen we wel te spreken. Ja. Maar we hebben zijn gezicht niet kunnen zien. Nou, ik denk dat... Nou, ik moet zeggen, kijk, hij diep in zijn hart zal hij heel hard huilen. Onder de 10%, dat zal hij voor de sociaaldemocratie een aanfluiting vinden. Ja. Maar 3 zetels, al met al, nog 1 zeteltje meer dan de SP. Daar kunnen ze mee leven. En hij moet gewoon deze uitslag snel vergeten. Is dat net genoeg om het binnen de partij weer rustig te krijgen, of niet? Nou ja, kijk, als je slecht in de pijl... Dat wordt het nooit echt rustig. Maar dit lijkt mij geen reden om opstandig te worden. Want ja, door de gemeenteraadsverkiezingen was een dramatische uitslag. En dan verwachten die mensen, zijn reëel genoeg binnen de Partij van de Arbeid... om wel te snappen dat je dan niet 8 weken later een briljante uitslag kan neerzetten. Dat is ook niet gebeurd. En ik denk dat ze met 3 zetels uiteindelijk, gezien de omstandigheden, nog best tevreden zijn. Oh, nou, toch hartstikke leuk dat Didi daar nog een beetje kan glimlachen. Dat hij toch niet zo heel erg verloren heeft. Precies. Kon Geert ook nog een beetje glimlachen? Want die is daar toch niet, Jan? Die is wel in Den Haag, maar die zit in zijn eigen kamer. En die heeft natuurlijk gewoon zitten kijken van... ga ik wel of niet reageren? Dat weet ik niet, want dat zal eventueel dus niet in Nieuwsport gebeuren... maar in het Tweede Kamergebouw. Maar goed, hij heeft er een zetel bij. Dat zal hem vrolijk stemmen. Maar ik hoorde net via in de uitzending van het Oog op Morgen... dat de partijen met wie hij samen een fractie wil volgen... Vlaams Belang haalt waarschijnlijk de kiesdrempel niet. En dan geloof ik een of andere Slovaakse partij. Die hadden ze wel op gerekend. Die hadden ze nodig om een fractie te volgen. 7 natuurlijk. Je had er 7 nodig. Ja. En dan vallen er 2 af. Dus, Het hele geintje gaat niet door. Al had hij er nu 6 gehaald, dan had hij nog een domper gehad. Dat die samenwerking er waarschijnlijk niet doorgaat. Nou, dan denk ik dat Geert nog even op zijn kamer blijft. Joost, mag je hartelijk danken vanuit Nieuwsport. En je prettige avond wensen. Zelfde. Yo, hoi. Hoi. Nou, dan gaan we van Joost natuurlijk nu wel naar onze hoofdgast. Want we hebben niet zomaar iemand zitten hier op die prachtige uitslagenavond of nacht. Of de uitslag is eigenlijk nog niet eens bekend. De voorlopige uitslagennacht. Dat ben echt Janne. De voorlopige uitslapen... Godverdikke. Voorlopige uitslagennacht van echt Janne. Met... Sipinia. Ja, Sipinia, die is hier namelijk. Hij schrijft voor Elsevier over politiek en economie. En hij is vandaag niet alleen onze deskundige, maar ook onze ziener. Die ons een beetje gaat uitleggen hoe de voorlopige... uitslagen, nacht, bekeken, dienen te worden. Dienen denken we. Goed idee. We. Ja. Siep, welkom hier. Laten we maar gewoon het nieuws bij de ballen pakken. De PVV dus niet verloren. De D66 dus niet gewonnen, maar gewoon weer het CDA. Als je naar het aantal stemmen kijkt... dan heeft het CDA verloren, hè, voor alle duidelijkheid. Het CDA had ongeveer 20%, heeft nu ongeveer 15%. Maar goed, ze hebben uiteindelijk meer zetels dan D66. En dus het beeld van donderdagavond... waarbij D66 alvast een ledenfeest organiseert in Nijmegen, als ik wel heb... dat beeld moet bijgesteld worden. Ah, vind je dat ook heel vervelend voor de vrolijke veilingmeester? In het algemeen vind ik dat mensen die te vroeg juichen onverstandig zijn. Ja. Het is toch middeld uitgedrukt. Maar in het algemeen, of vind je het ook wel leuk dat het juist hier om Alexander Pechtold gaat? Nou, ik heb wel eens een biertje met hem gedronken. Dat is verder geen onaardige man. Dus dat is het punt niet per se. Nee, okay. Maar het is wel zo dat ik denk dat het dat als mensen te gretig zijn... te snel zijn om hun overwinning te scoren... dat het dan wel, zoals de Duitser zegt, enige schadenfreude optreedt... als het anders uitpakt. Hij was natuurlijk niet alleen kwam hij met die overwinning op de proppen. Het was ook nog eens meteen... een stem voor Europa. Nederland had zich uitgesproken. Almas! Ja. Wat zeg je nou eigenlijk? Almas hadden ze zich uitgesproken voor Europa. Nou ja, dat heeft hij misschien afgeleid van de toenmalige, voormalige prognose... de voorlopige prognose van de uitslag. Maar zoals jullie net al aangaven... maar slechts 5% van de Nederlanders hebben inderdaad op D66 gestemd. Ja. En je kunt ook niet kijken... als je naar al die partijen op een rijtje zit... dan kun je ook niet zeggen dat de euro-vriendelijke partijen... dat die dan substantieel gewonnen hebben ten koste van de eurosceptici of zo. Nee. Wat maak jij voor dat vergeten van die 65% wegblijvers? Wij vinden dat dan stom, maar goed, is het misschien wel juist een heel mooi en warm signaal? Wat nieuw is, is dat er tegenwoordig mensen zijn die in de openbaarheid melden dat ze niet gaan omdat ze daarmee een signaal willen geven. Maar dat was die Paul Witteman bijvoorbeeld. Onder meer. En er zijn er wat meer ook.
Maar laten we niet vergeten dat in 1999 ging er nog geen 30% stemmen voor het Europees Parlement. Dus het zogenaamde idee dat Nederland altijd vreselijk warm liep voor Europa in het algemeen, dan wel het Europees Parlement in het bijzonder, dat verhaal klopt helemaal niet. Maar nu heb ik niet per definitie een hoge pet op van de Nederlandse bevolking, als ik heel eerlijk ben. Dat komt ook omdat ik misschien te veel mensen Nederlanders kennen, tegenkom. Ja. Ook voor mijn werk. Dat je op een gegeven moment denkt van, nou, zijn er nog mensen die hun eigen naam kunnen schrijven in deze straat te vinden? Maar dan denk ik, ook al vind je de EU, want ik vind het gelul over Europa altijd, dat is een continent en iedereen is pro-Europa, want we haat ons continent. Ja, eens even een disclaimertje. Als we per ongeluk Europa zeggen, bedoelen we hier EU. Nee, niet, nee, zo werkt het niet. Oh, nee. Als je Europa zegt, dan zit je de boel een beetje voor te kakelen, want het is onzin. Het gaat niet om Europa. Europa bestond al. Ja, nee. Gewoon EU hebben we het ook. Ja, we hebben het gewoon over EU. Hebben jullie het gehoord? Maar goed, nou, het kan zijn dat ik zo meteen toch nog een keer Europa zeg en dan EU bedoel, hoor. Ja, maar dan wil ik dat wel graag even corrigeren, we het razendsnel. Helemaal ja, goed. Want ja, we willen hier wel een beetje duidelijkheid hebben bij echte Jan. Want wij zijn namelijk niet, wij lopen niet aan het lijntje van Brussel, Jan. Of wel? De leiband, Jan. Ja. Nou, voor een zak geld zat ik... Jazeker, ik nou ook. Ja. Goed, was ik bezig met een vraag te stellen? Ja, je was onderweg naar een... Je had een heel warm betoog ergens over. Oh, waar ging het over? Weet u dat nog? Nou, het had iets te maken met de opkomst. Oh, ja. En of we verstandig waren door veel weg te blijven. Nee, maar precies. Zoiets, toch? Als je namelijk... je hebt geen hoge pet op van de Nederlander. Nee, dat hadden we al gehad. Maar ja, let nou even op. Als we zeggen van... Toen zei je dat Europa iets anders is dan de EU. Ja, dat hebben we toch ook al gehad dan? De EU, kijk, als je de pestpleurs daarin hebt, omdat het bijvoorbeeld een bureaucratische moloch is dat ons geld weggeeft aan mensen die iets minder hard werken dan wij. Als je er zo, zeg maar, objectief naar kijkt, dan heb je wat te kiezen. En als je zegt van, ja, maar ik vind het helemaal te gek, laten we de hele boel opheffen, één groot Europa worden en met elkaar lekker de boel helemaal plat nivelleren. Hebben we allemaal hetzelfde, helemaal te gek. Dan heb je een keuze. Wat is er met die 65% in de hand? Zijn dat gewoon flatliners? Dat was de vraag. Tot dusver heeft dat geen enkele betekenis. In die zin dat Alexander Pechtold, waar je bijvoorbeeld net over had, die gaat totaal voorbij aan die opkomstcijfers bijvoorbeeld. Dus die opkomstcijfers tot dusver tellen ze niet in de beoordeling van of mensen lak hebben aan Europa, of ze dol op zijn of anderszins. Maar ik zou me niet verbazen dat we, zoals we in andere landen hebben het ook wel eens, als er verkiezingen zijn en de mensen bevalt het niet, dat ze de verkiezingen boycotten. En als er dan niet heel veel mensen opkomen, dan vinden ze dat het succes van de boycott. Het zou dus in theorie op zijn minst denkbaar kunnen zijn dat we over 5 jaar, als er weer zo'n feest komt, dat er een beweging komt die pleit voor niet gaan stemmen om die en die reden. En dan zou ik me voor kunnen stellen dat de claim die nu altijd, zoals van Pechtold bijvoorbeeld, van Nederland heeft voor Europa gestemd, zegt hij dan? Maar dat is toch, alleen maar in bananenlanden waar ze zeggen, ja, maar deze verkiezingen, dat kan helemaal niet. En de oppositie is geknecht. En dat kan. Hè, dat is toch een beetje het soort van. Dan is er vaak een beweging die zegt, nee, wij doen niet mee, want die trappen we niet in. Wij legitimeren deze verkiezingen niet door ons. Maar zie je het zo erg met ons aflopen dat we zoiets gaan doen? Er zijn tegenwoordig mensen, zie ik toch als een nieuw fenomeen, dat mensen gewoon zeggen, ik ga niet stemmen, want anders doe ik net alsof ik het Europees Parlement serieus neem, alsof ik dat een fijne toestand vind, de Europese Unie enzovoort. Stel je nou voor dat een beweging zou komen die inderdaad zoals bananenlanden zou zeggen van, ga alsjeblieft niet stemmen, want anders dan doe je mee aan het voortgaan van dat gedoe met het Europees Parlement en wat ik meer zei. Ja, dan wordt het een politieke statement om niet te gaan. Dus dat zou me helemaal niet verbazen dat zoiets gaat gebeuren. PVV die heeft het dus uiteindelijk niet zo heel slecht gedaan, omdat ze 4 zetels hebben behouden. Of tenminste, hadden ze niet eerst 5 zetels? Nou, ze hadden 5 jaar geleden hadden ze 4 zetels. Ja. Uiteindelijk was er een afrondingsverschil waardoor ze 5 kregen. Dus ze zijn weer terug bij de oorspronkelijke uitslag van 5 jaar geleden. Ja, maar echt heel slecht hebben ze niet gedaan. Nee. Dan heb je nog wel een aantal partijen die eurosceptisch zijn verder in Europa. Die hebben het heel goed gedaan. Zeker. Wat heeft de PVV fout gedaan? Want volgens mij is Europa eerder gehaat dan geliefd in dit land. En echt winst heeft hij daar niet op kunnen pakken dus. Nee, nou, ik zou eerder zeggen, bij de PVV is zoveel fout gegaan, of heeft Wilders zoveel fout gedaan, en dat het eigenlijk nog verbazingwekkend is dat nog krap is, dat het aantal zetels heeft gehandhaafd, ruwweg gesproken. Wat heeft hij allemaal fout gedaan? Nou, veel dingen. Nou, ten eerste natuurlijk die beweging een beetje aan het afbrokkelen de laatste maanden. Mensen zeggen, heel veel mensen die lopen eruit en die vertellen dan vervolgens lelijke dingen die weer in de krant worden geschreven. Dus dat heeft het imago van Wilders en van zijn partij niet bepaald bevorderd, zou je kunnen zeggen.
We hebben ook al de uitslag gezien bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die was ook minder... Nou, er is zelf ook ergens betoogd dat als Slange Fritsma en Fleur Agema niet vertrekken... dat het de kiezer van de PVV worst zal wezen. Heb ik dat gezegd? Nou, dat zou ik gelezen kunnen. Nou ja, maar, misschien heb ik dat gezegd. Maar in zekere zin blijkt dat er natuurlijk ook. Ja. Dus we hebben de afgelopen weken gezien dat er plotseling een hele campagne was... over dat er misschien een boycott zou komen van Saudi-Arabië. Ik moet zeggen, sinds de verkiezingsdag hoor ik niet veel meer van die boycott. Maar dat heeft het beeld van de PVV als, laten we zeggen... partij die het belang van Nederland zou kunnen schaden... ook nog een keer die kant op gedaan. Ja, precies. We hebben twee dingen. We hebben de interne rottigheid. Je hebt het gevoel dat die partij niet serieus meespeelt op een gegeven moment. Misschien wel uit elkaar valt. We hebben dat schadelijk voor het bedrijfsleven. Wat nog? Nou, in het algemeen het idee van dat het een weinig consistente beweging is. Laten we zo maar even zeggen. Ja, precies. Want er is rottigheid. Mensen stemmen op het algemeen niet graag een partij waar rottigheid is. Precies was dat de reden voor Wilders om een partij te beginnen. Dus hij wilde vooral geen LPF, de rottigheidspartij, zou ik maar zeggen. En vandaar dat hij een soort centraal geleide, door hemzelf geleide, één lidpartij is begonnen. En het blijkt nu toch dat de methode... Ja, dat heeft een aantal jaren redelijk gewerkt, maar uiteindelijk nu weer niet. Dus als je bijvoorbeeld vergelijkt met de Deense Volkspartij... die trouwens 25% van de zetels heeft gehaald. Dat is de grootste partij van het land. En wat ik meer zei. Die is de afgelopen 10, 20 jaar... heel rustig aan een partij gaan opbouwen in de gemeente. Dat heeft Wilders nadrukkelijk niet gedaan. En daar betaalt hij misschien uiteindelijk ook een prijs voor. Nu is dat hele verhaal van Saudi-Arabië mogelijk gelul. Tenminste, dat dacht ik op een gegeven moment aan. Want ik bedoel, het werd eigenlijk niet echt bevestigd vanuit Saudi-Arabië. Nee. En het was wel heel fijn om net even voor de verkiezingen de PVV af te zeiken. Nou, in ieder geval is het heel opvallend dat die stickeractie, dat was 5 maanden geleden... Ik moet zeggen, dat was mij bijna ontgaan. Ik bedoel, het kost me de grootst mogelijke moeite om dat nog op te diepen dat die actie er was. En het viel mij op dat precies donderdagmorgen, nadat het een beetje opgebouwd was in de voorgaande dag, in een aantal kranten groot, op basis van ervaringen van meestal één bron of zo. Ze gaan toch door. Ze gaan toch door de boycotten, stonden er wijze. Ja, niemand heeft dat bevestigd. Ja, maar nu was het sowieso afgelopen week wel heel opvallend dat iedereen zijn uiterste best om een soort van het laatste woord te hebben. Nog, hè? Rutte die nog op het laatste moment bij het hele Late Night gaat zitten. En de halve Kamer die hem dus wil terug hebben om als het ware daar weer het laatste. Het was maar dat is verkiezingscampagne. Zo gaan die dingen toch. Maar het was wel heel kinderachtig allemaal hoor, dit keer. Dat is waar. Het heeft Rutte ook niet veel opgeleverd natuurlijk. De VVD heeft niet. Het was wel leuk om te horen dat hij een visie had. Waarschijnlijk is hij hem de dag na weer vergeten. Nou, het aardige vond ik dat hij. Woensdagmorgen kwam met een visie. Ja. Dan had hij 5 punten. Maar aan het eind van de avond was die visie uitgebreid. 50 punten. Nou ja, omdat die PvdA-punten moesten er ook bij. Dus dat was, dat was wel... Ik vond het loos en zo. Bijvoorbeeld, nee, Weet je wat ik allemaal met dat soort dingen heb? Kijk, ik zou wel niet de gemiddelde Nederlander zijn... maar ik heb dan toch het gevoel... Nee. Denken jullie nou echt werkelijk dat wij... de bevolking zo achterlijk zijn dat we dit toneelstuk niet doorhebben. Denken jullie dat nou echt? En zouden ze dat nou echt denken? Dat ze dan Rutte dan denkt van... hé jongens, dan zet ik dus die ochtend zeg ik opeens 5 punten. Eigenlijk teken ik bij elk kruis in Brussel. Maar dan zeg ik opeens 5 punten. Dan hebben we het alleen maar over de markt. Hè? Want dan ben ik ook weer goed voor mijn achterban. Hè? Want die hebben we totaal genaaid de afgelopen jaren. Ik roep ook nationale parlement wordt heel belangrijk. Precies, en dan ga je soevereiniteit uitdelen. Terwijl we eigenlijk alles hebben weggegooid. En al die ondernemers die vroeger op me stemden. Ja, dan zeg ik, dat komt allemaal weer goed. En dan geloven ze dat, dan stemmen ze op ons. En dan, dan doen we dat donderdag. En vrijdag janken we dat ding er weer keihard zonder spuug in. Nou, en dat ze dan zeggen, nou, best een goed idee, want dan hebben ze het toch niet door. Het meest opvallende vond ik van zijn uitspraak... dus slechts 5 doelen en vooral minder ook hier en daar... dat de euro daar niet voor kwam. Nee. Want laten we niet vergeten, de grote centraliseerder... de grote Brusselagenda is de euro. Dus, overigens heeft Vlaams Belang toch een zetel gehaald. Dus die problemen met Geert, met zijn 7 partijen, dat is door een eentje... Ja, hebben ze nog Slovaak nodig die er niet is, geloof ik. Nou. Het kan natuurlijk best zijn dat er een hele andere alliantie komt. Ik noem maar eens wat. UKIP wil niet met Wilders, omdat Wilders met Front National is. Maar goed, ik noemde al die Deense Volkspartij, wat een relatief nette partij is. Waar heb je nog iets van Finnen? Je hebt in Zweden nog wat. Kijk, volgens allerlei normen deugt de een weer niet. Of een klein beetje wel. Maar ze kunnen dat europragmatisme de overhand nemen. Als na deze verkiezingen UKIP toch wel met... Front National, dat zie ik nog niet gebeuren. Maar bijvoorbeeld met Wilders, misschien wel met de Deense Volkspartij. Dan kun je ook een andere alliantie krijgen. Maar.
Hey, even kijken hoor. Ik zit een beetje te kijken. De SP die passeert dus de PVV. PvdA, dat wisten we ook niet, al. Niet. Niet in zetels, maar wel in aantal stemmen. Ja, nee, d'accord, ja. Aha, maar niet in meer zetels. Dat is, okay, dat is duidelijk. Nou, ik denk trouwens ook nog wel over Wilders gesproken. Die heeft nu laatst zichzelf zo verklaard dat hij torpedeert zichzelf ook telkens. En dat begint ook een soort patroon te worden. Elke keer als je een stem op hem zou uitbrengen en denkt van, nou mooi, nu gaat Geert put his money where his mouth is, dan roept hij weer iets raars of dan doet hij zo weer iets onnodig, hè, zou je zeggen. Nee, je zou bijna zeggen expres, zou ik denken. Van, dat is iets dergelijks heeft hij pas geleden wel gezegd. Dat zou je bijna zelfs kunnen zeggen van zijn idee van, wat is het, 1-2 jaar geleden, dat hij zei, en we gaan en uit de euro en vervolgens ook uit de Europese Unie. Kijk, dat is misschien best een goed idee. In ieder geval, daar is steun voor, dat valt niet te ontkennen, maar als hij nou ietsje milder daarover zou zijn, bijvoorbeeld zou zeggen van, al die landen die niet mee kunnen komen in de euro, die moeten eruit, dan zou hij ook ongeveer de enige partij zijn die dat zegt, en dan zou zijn steun op dat punt veel groter zijn. Nou, hij heeft vorige week iets gezegd in de sfeer van, ik hoef niet per se macht als ik maar invloed heb. Dus zolang hij maar hij nam wat gas terug, maar waarom heeft hij dat gas niet eerder teruggenomen? Ik denk dat zijn potentiële draagvlak voor standpunten van hem, als hij kiest voortdurend de radicaalste versie. Ja. En dan heeft hij nog wel stickeracties. En dan hier wel minder Marokkanen. Maar zo schakel je jezelf wel uit voor elke vorm van samenwerking met anderen. Ja, dus kun je telkens zeggen, ja, ze moeten me weer niet. Oh, er is weer een cordon sanitaire om me heen. Oh, ben ik zielig. Ja, maar dan worden mensen ook een keer zat, of niet? Ik denk het wel. Ik denk dat dat wel een beetje uitgewerkt is. Wat niet wil zeggen dat ik denk dat als Wilders in welke groepering dan ook zich kandidaat stelt voor de Tweede Kamer of wat dan ook, dan zal hij nog 5 of 10 jaar of 15 jaar gewoon steun blijven houden. Dat vermoed ik wel. Goed. Nou, dit is allemaal nog ontzettend belangrijk. Maar nee, even nog even over die lijstverbinding. Hè? Want ik vind het toch wel een beetje raar gegeven. Dat CDA heeft daar nu profijt van. En PvdA ook. Hè? De PvdA heeft er ook profijt van. Vooral, ja. Maar als er toch twee partijen dus eigenlijk gewoon een soort Siamese tweeling zijn, dan hebben we het wel over D66 en VVD. 92% stemmen ze hetzelfde. Die hebben geen lijstverbindingen en dat kost dus een zetel. Ja, waarom doen ze dat niet? Omdat Rutte nog steeds zegt dat hij niet van D66 is. Bij de VVD zijn ze doodsbenauwd om met, zeker als het gaat over Europa natuurlijk, geassocieerd te worden met D66. Maar ze steunen dezelfde mafkees Verhofstadt. Maar natuurlijk, ze zitten in dezelfde fractie. Dus het is tamelijk waanzinnig dat ze dan geen lijstverbinding hebben. Maar ook daarom, dan denken ze dat wij dat dan niet doorhebben. Nee, we hebben geen lijstverbindingen. Dat hele idee van die lijstverbinding, ik denk dat de meeste mensen, ook de mensen die nu luisteren, voor het eerst horen van die lijstverbinding en het effect daarop op de uitslag. Nou, kunnen we stellen. Overigens kon je het wel zien, als je toevallig bent wezen stemmen. Dan staat er wel boven aan de lijst. Staat boven dat het CDA een verbinding heeft. Ik zag het daar ook voor het eerst. Ik heb het niet gezien, want ik was met een stemvie bezig. En ik dacht, ja, iedereen maakt er een foto van zijn stempapier. Dus ik stopte dat rode potlood in mijn neus en maakte er een foto van. Ja, je probeert het leuk te zijn. Nee, maar stond ik godverdomme de volgende dag op de voorpagina van de Belgische krant. Echt waar? Ja. Jouw zucht naar beroemdheid. Nou, dit was niet. Nou ja, goed. Wel ver hoor, vind ik dit. Siep, we praten zo even met je verder. Want we moeten nu even luisteren naar een andere wijsman. Als ik het zo mag zeggen. Zeker, want zijn scoop van vorige week. Nou, die maakt niet alleen de tongen los. Maar dat deed ook veel stof opwaaien. En nou ja, was overal in het nieuws. We hebben het over dezelfde man die met een rood pot op zijn neus bij een Belgische krant heeft gestaan. Mijn vriend, mijn allesie, La Vie en Rose. Ik spuug niet in een sterk bakje als het gaat om een lekkere discussie. Liever gezegd, ik ben er dol op. Zo ontstond er in eerste instantie een aardige discussie naar aanleiding van de laatste Pauw en Witteman. De gast was totaal idioot en oppermoslim Mohamed Enayt. Deze man is zo gek als een deur en advocaat. Hij haat Nederlanders, het Nederlands rechtssysteem, Nederlandse rechters, de Nederlandse media en alle blanken in het algemeen. Iedereen is in zijn door haat doordrenkte ogen een racist. Prima deluxe. Gekken moeten er ook zijn. Enfin, ik schreef op Twitter, als dit land je niet bevalt, sodemieter dan op. Lijkt me geen spel tussen te krijgen. Als ik in Spanje zou wonen en de tyfus zou hebben aan alles wat Spaans is, ja, dan moet je toch achter je oren krabben en er wat mee doen. Maar nee, Enayt is moslim en moslims willen nou eenmaal dat alles verandert in hun richting. Dus deze mafkut met mutsje en jurk wil dat wij ons aanpassen aan zijn islam. Vergeet het. Op Twitter kreeg ik een reactie van Raya Velgata, een Marokkaanse dame die haar geld verdient met heel erg te benadrukken dat Marokkanen het in ons land heel erg moeilijk hebben. En mogelijk kent u haar nog van een antisemitische column die zij ooit schreef.
deze Raya, zei tegen me... waarom heeft hij geen recht op vrije meningsuiting? U begrijpt, daar ging iets mis. Ik zei dat als het je niet bevalt, dat je moet oprotten. Maar volgens dit vrouwtje zei ik dat je geen commentaar mag leveren. Gelul natuurlijk. Zelfs deze gestoorde gek mag roepen wat hij wil in dit land. Ik vraag hem alleen op zoek te gaan naar een land waar hij zich wel prettig voelt. Na wat heen en weer getwitter kwam het domme gansje er nog steeds niet uit wat ik nou eigenlijk bedoelde. Ze bleef maar doorzagen dat ik allochtonen monddood wil maken. Dat had ik dus helemaal niet gezegd. En op een gegeven moment kwam daar eindelijk de racismekaart. Ik vond als blanke man dat zwartjes hun smoel moesten houden. Meerdere allochtonen gingen zich ermee bemoeien. Ik was een racist en diende zelf het land te verlaten... omdat we hier nu een multiculturele samenleving hebben waar geen plek voor mij was. Ik roep op om hier weg te gaan als je het hier niet leuk vindt. En nu moest ik mijn eigen land verlaten omdat ik een racist ben. Volgt u nog? Toen ik zei dat op mijn blanke huidskleur aanspreken... het enige racistische element van de discussie was... werd mij verteld door een donkergekleurde jurist... dat blanken niet gediscrimineerd kunnen worden... omdat ze met meer zijn in dit land. Ik heb de multiculturele samenleving altijd verafschuwd. Het is een flop en het blijft een flop. De enige reden om dat te veranderen... is dat de nieuwe generatie allochtonen helder kunnen nadenken. En dat ben ik helaas nog niet tegengekomen. Nou, zeg. Pittig. Vind je dat pittig? Hartstikke pittig, Jan. We hebben Sibinia hier uit 1953 en hij volgt de Europese Unie al vanaf zijn tiende, geloof het of niet. Zijn bundel Vervlogen Visioenen, dat is dus een boek, hè, dat druipt van 30 jaar wanhopig ongeloof, Siep, heb ik het voor verwoord. We zijn er toch weer ingetuind, hè? Want telkens tekent zich hetzelfde soort patroon weer af bij ons, tussen ons en de EU. Je zei net al, we zijn eigenlijk altijd al veel euroceptischer geweest dan nou, eerst waren we onverschillig. Wat zeg je, Jan? Ik luister je niet? Nou, gaat het wel goed? Voel je je wel lekker? Ja hoor. Probeer eens eventjes je ogen dicht doen en dan heel snel weer open. Wat is er? Zie je dan vonkjes? Nee. Nee, want je zei namelijk zoiets van... Nee hoor. Media verzond me denk ik wel. Dus heeft u iets verstaan? Ik heb hem heel goed verstaan. Oh, dan ligt het aan mij. Ja, ik denk het ook. Nou... Dit is weer zo'n moment dat je vindt dat ik te lang aan het woord ben... en dat je eigenlijk denkt, waarom ben ik niet aan het woord? Dus doe maar. Nee, helemaal niet. Alleen, ik hoorde er gewoon niks. Maar goed, wilt u antwoord geven op zijn vraag? Dan merk ik vanzelf al wat hij vroeg. Hij was nog bezig met die vraag, had ik het idee. Oh, doe het nog een keer dan. Nee. Laten we maar gewoon zeggen... denkt u dat de implicaties van de uitslag van de Europese verkiezingen zijn... op de vaderlandse politiek? Niet veel. Nee? Kijk, als de PvdA nou... 1 zetel had gekregen, wat een week voor nog werd aangekondigd de mogelijkheid. Dan was het afgelopen met Diederik Samson. Maar ze hebben het op de streep. Ze zijn nog geslaagd om 3 zetels bij elkaar te halen. Ongelooflijk, hè? Het is bij iedere partij, maar zeker bij geldt dat zo... dat het natuurlijk ook een banenmachine is. Dat geldt zeker voor de PvdA ook. En als er dan 400 banen uitgaan bij de gemeenteraadsverkiezingen... dat komt stukken harder aan dan wanneer er een paar baantjes uitgaan... in het Europees Parlement en die gaan er niet uitzien van nu. Dus de kans dat de PvdA hier vreselijk geschokt door raakt, dat lijkt mij niet. Zeg, we gaan nu naar de Europese uitslagen, de andere landen dan. Wij zijn eigenlijk het enige land, waar zou je haast kunnen zeggen... al dat weer geheel middenpartijerig, euro, braaf meegaat. Ja. Waarom zijn wij nou weer dat enige land wat dan toch weer naar het midden vlucht... Omdat de situatie in ieder land anders is. En dat is trouwens een belangrijke reden om wat sceptisch te zijn over de Europese Unie. Wat in Duitsland bijvoorbeeld hebben de Alternatieve voor Duitsland, die ze daar ook extreem rechts vinden, terwijl een hele brave partij is, heeft 6 zetels gehaald. Dat effect daarvan is bijna net zo groot als de UKIP, de onafhankelijkheidspartij van Engeland, die daar waarschijnlijk de grootste is geworden. Omdat in Duitsland, waar ze natuurlijk toch wat gevoelig zijn voor alles wat rechts of anti-Europees is en wat ik meer zei, dat als een doorbraak wordt gezien. En dus dat effect is daar vrij stevig. Ik denk eerlijk gezegd ook dat als je kijkt naar al die uitslagen waarbij de antipartijen, noemen ze wel, of in ieder geval ze worden meestal weggezet als extreem rechts of wat ik meer zei, die uitslagen zijn zo groot in een aantal landen dat dat effecten heeft
op de politiek, de nationale politiek in die landen. Dat betekent ook dat ze in Europa andere dingen gaan zeggen. Dus Cameron van Engeland, de premier, ja, die zal bijvoorbeeld nooit, dat wilde hij toch al niet, iemand als die Jean-Claude Juncker accepteren. Dat wilde hij misschien vorige week nog wel over denken. Maar nu, na deze uitslag, helemaal niet meer. Je zult zien dat de regeringspartij, de conservatieven in Engeland, dat die nog veel scherper worden op Europa en immigratie en dat type thema's waarvoor mensen op de UKIP hebben gestemd. Hetzelfde geldt voor Frankrijk. En dat zal dus effect hebben op de nationale politiek. En daardoor zal er ook effect zijn op de Europese politiek. Niet per se omdat de populisten... Ja, dat gaat via de nationale band, ja. Maar weet ik wel heel grappig vond, is het, om hem toch maar even te noemen... een collega van u, Arnon Grunberg, dat zegt omdat u ook columnist bent... dat vind ik dan leuk om te zeggen dat het een collega is. Die zegt dus, als je dus tegen het Europees project stemt... dan stem je op fascisten. Ja. Daar heeft hij geen gelijk in, mag ik hopen? Hij heeft geen gelijk in, maar hij maakt wel deel uit van een koor... dat groot is in Brussel en Straatsburg. Dus de hele Europese Commissie, twee derde van het Europese parlement... is gewend om iedereen die niet juichend voor, achter de fanfare pro-Europa aanloopt... om dan te roepen populist, extreemrechts, nationalist en wat ik meer zei. Maar het is toch bijna grappig, hè? Dat die mensen ook nog denken dat het enige resultaat heeft. Ja, maar dat heeft natuurlijk heel lang heel goed gewerkt... ze hebben natuurlijk de opbouw van de Europese centralisatie en eenwording... is vaak gekoppeld aan anti-Hitler, zal ik maar zeggen. Dus nooit meer oorlog, nooit meer fascisme, dat soort dingen. Toch de man die voor het laatst een Europa voor elkaar heeft gekregen. Op zijn manier dan, weliswaar. Ja. Zoals het in Nederland ook zo was, tot Pim Fortuyn was het buitengewoon succesvol om politici die nieuwe concurrent zou kunnen zijn, om die in die hoek neer te zetten. En dan was je ze kwijt. Sinds Pim Fortuyn weten we dat het niet meer werkt. Maar de neiging om, zeg maar, Hitler in te zetten. De Godwin. Die neiging die is nooit weg. En die is in Brussel en Straatsburg de afgelopen jaren alsof er nooit is. U zegt, het werkt niet meer sinds Pim Fortuyn. We hebben weer allemaal toch minstens op het politiek middenveld gestemd. Je hebt nog op het PVV. Ja, maar dat is natuurlijk niet verboden. Mensen mogen stemmen waarop ze willen. Maar goed, je had toch in andere landen zie je dus een veel nadrukkelijker verschuiving. En hier blijven we toch kennelijk nog heel erg lief achter de fanfare aanwandelen. Ja, maar dan moet ik toch even... Stond je dat trouwens, Jan? Moet ik toch even Geert Wilders citeren. Die iets waar zei een tijdje geleden. Onlangs zei hij iets in de trant van... ik heb toch invloed, ook als ik geen macht heb. Ja. En het feit is dat partijen zich aanpassen aan succes... aan de populisten, zal ik maar zeggen. In Vlaanderen noemen ze dat zweeppartijen. Je kunt partijen wel uitsluiten, maar dat wil niet zeggen... dat het feit dat veel mensen achter die partijen aanlopen... toch invloed heeft op de koers van de regerende zittende macht. Maar dat zie je dus nu ook wat er in Brussel gaat gebeuren. Ik bedoel, dat wij hier dan CDA willen laten winnen... dan D66 als tweede, maar dat is dan wel zo. Maar als je dus de uitslag in bijvoorbeeld België... waar de N-VA heeft gewonnen, ja. UKIP in Denemarken... Dat betekent dus dat door de druk van de nationale parlementen op Brussel... daar nu ook een rechtsere koers wordt gevaren. Dus wat je rechts kunt noemen, of eurosceptischer. Nationalistischer, dus minder soevereiniteit uitdelen. Het gaat vaak over immigratie, uiteindelijk. Ik denk dat de aanhang van een UKIP in Engeland bijvoorbeeld ook... minder geïnteresseerd is in Europa, want dat interesseert ze eigenlijk helemaal niet zo erg... als wel in het immigratiethema. En dat associeert is natuurlijk ook met Europa. Want immigranten komen vaak uit Europa. En moeten ze ook vaak opnemen vanwege Europa. Dus die thema's lopen door elkaar heen. Ja. Maar UKIP stemmen ze met name vanwege het immigratiethema. En dat geldt, dat geldt natuurlijk ook al... geldt eerder ook al bij voor Geert Wilders hier... van Front National in Frankrijk. En dus zal er scherper gevaren worden in menig land in Europa. Zou dit dan een eerste stap kunnen zijn... Dat zeg maar de omgekeerde trend vertegenwoordigt. Zeg maar dat mensen langzamerhand weer beginnen te geloven... dat misschien afsplitsing van de Unie of uit de euro stappen... of helemaal stoppen met EU-lid zijn. Dat eigenlijk, in tegenstelling tot wat al gepredikt is... gewoon wel een optie is. Ik denk dat zelden of niet gaat gebeuren. In Engeland zou het kunnen gaan gebeuren. In Frankrijk dan? Frankrijk eruit stappen. Frankrijk heeft het ongeveer uitgevonden. Ja, maar goed, niet Marine Le Pen.
Nee, dat is waar. Maar de kans dat Frankrijk uit de Europese Unie stapt... dat is net zoiets als de V die het VND stapt, zal ik wel zeggen. Begrijp je? Dus dat, dan bestaat dat gewoon niet meer. Nee, het gaat natuurlijk om Duitsland en Frankrijk een beetje in evenwicht te houden. Daar is hele project op gebaseerd. Zeker. Nou ja, goed. Er wordt al beweerd dat het is geweest... omdat de Fransen en de Duitsers elkaar na de oorlog huilend in de armen vielen... en zeiden van nooit meer oorlog of zo. Dat is iets anders gegaan. Het had er meer mee te maken dat we toen de Koude Oorlog kregen... de Amerikanen... West-Europa, een samenwerkend West-Europa nodig hadden... waarvoor ze de Duitsers nodig hadden. Dus hebben ze tegen de Fransen gezet. Moest luisteren, we hebben die Duitsers nodig om de Russen buiten de deur te houden. Doe eens lief. Doe eens een beetje aardig tegen elkaar. Zo is het ongeveer gegaan. En de Fransen die hebben daar gebruik van gemaakt... door vervolgens de Amerikanen buiten de deur te houden... de Engelsen op afstand te houden, de Duitsers onder de duim te houden... en zelf wat groter te zijn dan ze waren. Ja. Dus in dat project, de Franse elite, zal dat project nooit opgeven. Nu heb je natuurlijk Front Nationaal, die heeft 25% van de stemmen daar binnengehaald. Ja. Nu dacht ik dus, maar goed, ik ben misschien een eenvoudige ziel... dat met de laatste opmerking van Papa Le Pen over ebola en asielzoekers... Ja. Dat je denkt van, nou, dat wordt dus moeilijk voor ze. Maar dat doet het dus blijkbaar niet toe voor een kwart van de Fransen. Nee, het kan natuurlijk ook zo zijn dat wat Wilders en mevrouw Le Pen... de dochter van Jean-Marie, steeds zeggen... ja, papa is er wel, maar die doet er eigenlijk niet toe. Het zou kunnen zijn dat de Fransen dat ook zo zien... dat ze hem op zijn leeftijd vergeven dat hij ebola als een oplossing voor de immigratie presenteert. Want dat deed hij namelijk. Hey, dan hebben we nog een land, Polen. Is een van de landen die het meeste goed vaart bij de EU. Veel die geld krijgt. Veel geld, iets van 10 miljard of zo per jaar gaat erheen. En daar komt 22,7 van de mensen opdagen om te stemmen. Dan denk ik... toch raar dat je zo'n beetje je bruto nationaal product uit de EU weet te peuteren... en daar dus niet eens een kwart een fuck geeft. Nee, precies. Dat was overigens bij eerdere gelegenheid... dat ze naar de stembus mochten voor Europa, Europese Unie, Europees Parlement... was hetzelfde. Niettemin hebben we de afgelopen weken in alle kranten... en op alle televisieuitzendingen kunnen zien... dat ze in Oost-Europa, met name in Polen... buitengewoon enthousiast zijn over de Europese Unie. Ja. We hebben overal interviews gezien met de minister-president Tusk... met de minister van Buitenlandse Zaken, Sikorski. Ja. En de Polen werden voorgesteld als voorbeeld Europeanen. Dus weer. Dat was in ieder geval, ik wist het van tevoren dat ze daar met 20% of zoiets... Ze hebben dus op pleinen gelopen van... is er nog iemand hier voor Europa? Dan wil ik je een vraag stellen. Ja, nou, er is ongetwijfeld veel enthousiasme in Polen voor de Europese Unie... bij al die mensen die rechtstreeks aan de potten, in de geldpotten zitten. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het ook nog zeker meespeelt... dat ze niks met de Russen te maken willen hebben. Als het helpt dat ze iets met Brussel te maken hebben... dan vinden ze het oké. Wat ze belangrijker vinden is dat Washington hen in de NAVO... ervoor zorgt dat ze de Russen buiten de beeld hebben. Speaking about de Russen, we gaan zo met jou verder, Siep. Want we gaan eventjes richting de Russen of wat, Jan? Want met die spannende verkiezingen voor het Europees Parlement... zou je natuurlijk bijna vergeten dat er in Oekraïne gisteren... ook presidentsverkiezingen waren. Maar niet wij en niet Jeroen Ackermans. Nee, die waren er namelijk gewoon met z'n allebei daar in Donetsk. Een hele goede dag, RTL Nieuws-correspondent Jeroen Ackermans. Goedenavond, heren. Hoe is het met Jeroen? Nou, naar omstandigheden goed. Ja. Ben je een beetje bijgekomen van die uitslagen van de Europese verkiezingen? Of zeg je van de kamijtrotten? Europese verkiezingen, nou, de Russen die hadden hier voorspeld dat er een de nazi's, de rasradicalen hier een klinkende overwinning zouden behalen en eigenlijk de macht al in handen hadden. Nou, die zijn onder de 2% gebleven. Nee, in de Russische krant is er geloof ik 98%, hè, zoiets. Ja, die zijn wat hardleers. Maar nee, zoals eigenlijk de peilingen al hadden aangegeven... is dat die presidentskandidaten van de extreemrechtse partijen... ja, dat hier geen niks te vertellen hebben eigenlijk uiteindelijk. Dus het verhaal dat daar de fascisten dan aan de macht komen is ook niet waar? Wat zeg je? Dus het verhaal dat daar de fascisten aan de macht komen is ook niet waar? Nee. Nou zeg, die fascisten doen het wel heel slecht in Europa. Heel slecht met de fascisten. Hey, Poroshenko is het geworden waarschijnlijk in de eerste ronde meteen, 55% of zoiets. Ja, dat is wel zeker hoor. Dat zie ik niet nog teruggekeerd worden. En dat hij het in de eerste ronde gehaald heeft, dat is voor de stabiliteit van het land geen slechte zaak. Want anders moet je weer nog eens een keer 3 weken wachten op en weer een verkiezing. En ik zit nu in Oost-Oekraïne. Ja. Daar is eigenlijk al de muiterij begonnen enige weken geleden. En ook vandaag weer
hadden zich, ik denk dat er een stuk of 100 gewapende, zwaar bewapende mannen het centrum rondreden. En daar al hun Kalashnikovs-wapens in de lucht richten en dan nog even wat salvo's afgaven. Om even te laten zien dat ze toch daadwerkelijk wel iets van plan zijn. En in elk geval het Oekraïnse leger. Buiten de deur proberen te houden. Ja. En waar mogelijk zullen aanvallen. Het zou wel iets Nederlands in mij zijn. Maar als ik dan het journaal zit te kijken zo, en ik zie die mensen dan die mitrailleur zo in die lucht leeg schieten, denk ik, ja, dat is toch zonde. Kost toch geld, die kogels. Ja, daar had ik nou zelf niet direct aan gedacht, Jan. Maar dat maakt Jan zo'n originele, leuke journalist ook. Ja, is dat dus origineel en leuk. Ik ben helemaal geen journalist, maar dat is toch zonde. Je kan toch, dat kost toch gewoon geld? Ik heb geen idee. Wat kost een kogel vandaag de dag? Nou, ik zou dit zeggen. Ik weet niet hoe ze aan die wapens komen. Maar ik weet wel zeker dat ze er niet voor betaald hebben. Oh, dus dan is er niks aan de hand. Dan maak ik me daar niet meer druk om. Hey, die Porochenko, die is miljardair. Nou, dat is goed voor hem. De Willy. Wat is de chocoladekoning. Ja, Willy Wonka. Wat is er nog meer van hem bekend? Nou ja, dat het een man is die enige politieke ervaring heeft opgebouwd in de loop der jaren. Hij is minister geweest onder Timoshenko, hij is minister geweest onder Yanukovych. Oh, hij is van beide kampen. Ook, hij heeft ook in het verleden, was hij een grote voorstander van de Oranje Revolutie. Dus ja, hij heeft wel iets van een chameleon. Aan de andere kant is het ook wel, je zou hem ook daardoor weer ervaren kunnen noemen. Ik gun hem op dit moment het voordeel van de twijfel. Er is ook niet zo heel erg veel anders. Ik ben blij dat Timoshenko het niet geworden is. Die dame die beter bekend staat als de gasprinses. Als je daar mensen over hoort, nou, die moeten er echt helemaal niks van hebben. Ja. Van deze dame, die dus een tijd lang in de gevangenis heeft gezeten. Ja. En op het moment dat ze vrij was, ineens weer genezen was van al die afgrijzelijke rugkwalen waarmee ze de kampen zou hebben. Maar dat komt misschien ook door die vlecht op de harses. Dat schijnt helemaal niet goed te zijn voor je. Ik zou een Britse journalist beschreef het als een bijenkorf. Zat nu de vlechten weg, maar daar al wat haar op haar hoofd gezet. No. Ja, god, als je daarvoor moet hebben. En dat is op dit moment wel een klein beetje moeilijk bij Timoshenko. Die weet niet hoe ze zich moet gaan onderscheiden. En ik ben echt blij dat ze de uitslag heeft erkend en dat ze zwaar heeft verloren van Poroshenko. Want dat komt wederom de stabiliteit van het land wel te goede. Jongen, mag ik eens vragen? Sivinia hier. Wij hebben nu hier in Europa, zoals dat ten onrechte wel eens wordt genoemd, hebben we jarenlang allemaal eisen zitten stellen aan Oekraïne. En dat was eigenlijk maar één eis: Free Timoshenko. Is dat zeker met terugwerkende kracht niet een buitengewoon stupide benadering geweest? Dat denk ik wel. Tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen, ze is op oneigenlijke gronden en bij een politiek proces is ze achter slot een grendel gezet. En het was natuurlijk voor het Westen een middel om te laten zien van, zie je wel, jullie zijn geen rechtsstaat. Je kunt niet een politicus omwille van zijn beslissingen achter slot een grendel zetten. Daar had de Europese Unie wel een punt. Zeker, maar om je volledig te focussen op dat ene symbool en verder niet te kijken wat er verder aan de hand was in het land, dat was toch een beetje naïef. Het was zelfs nog sterker dat in de aanloop naar de hele revolutie dat er ineens nog een extra eis bij kwam van de Europese Unie. Van ja, maar die Timoshenko die moet ook wel echt vrij zijn voordat jullie dat EU-associatieverdrag met ons kunnen ondertekenen. Ja. Nou, dat heeft de oppositiepartijen echt voor het blok gezet. En dat heeft het ook niet makkelijker gemaakt. Goed, en nog even over West-Oekraïne. Zal het allemaal redelijk rustig verlopen zijn. Maar je noemde op Twitter dat Oost-Oekraïne toch wel een soort lappendeken. Aan de ene kant zitten er separatisten. Aan de andere kant loyale Oekraïners die het ook gewoon erbij willen blijven. Is dat nou, het schijnt dat eigenlijk maar 2 miljoen mensen niet tot een stembureau konden komen van de 36 miljoen. Klopt het ongeveer? Ja, ik durf dat niet helemaal met zekerheid te stellen. Het is zeker dat er vele mensen dat niet konden doen. Dat is natuurlijk op zich een kwalijke zaak. Maar ja, dit land moet ook wel voort. Het hangt echt aan van ellende aan elkaar. Daarom gebruik ik jouw beeldspraak van een lappendeken. Er zitten dus stukjes separatisme, een stukje Oekraïne. Dat zit allemaal in een soort lappenrommel. Maar ik moet wel zeggen, kijk, in de Krim was het wat duidelijker. Waren de verhoudingen wat duidelijker. Toch
wat meer richting pro-Rusland. Hier is dat echt inderdaad van... Want waar is de zwijgende meerderheid? Waar zijn al die mensen die dan daadwerkelijk ook die militanten... die er gewapend op straat de vuursalvels afgeven? Waar zijn, is de steun? Ook vandaag, wat toch een belangrijke dag was... ook voor de anti-Europeanen, om ze zo maar even te omschrijven... in Donetsk, waren dat er uiteindelijk maar 3000 op zijn hoogst. En voor de rest bleef iedereen thuis. Komt erop neer dat die knokploegen, want dat zijn het eigenlijk natuurlijk, die weinig in getal zijn uiteindelijk, wel erin konden slagen, wel in slaagden om al die stembureaus gesloten te houden. Ja, ze zijn wel gewapend. En dus dat is echt wel een. En plus, er is sprake van anarchie op dit moment, een machtsvacuüm. En daarom is het ook zo belangrijk dat er nu eindelijk een president is gekozen. Dus dat je mag hopen dat er wat meer lijn in komt. Maar ja, alleen al hoe het leger het hier heeft aangepakt, het Oekraïense leger... ja, dat is niet volgens het boekje, volgens mij. Volledig chaotisch, onduidelijke bevelen. Dat is niet handig als je soldaten op pad wil sturen. Nee. Nou ja, we wachten maar weer af. Poetin gaat de president in ieder geval erkennen, heeft hij beloofd. Ja, en dat is een pak van mijn hart, mag ik zeggen. Daarmee zag je dus ook op Twitter meteen dat de pro-Russische journalisten ook... als het ware wat vriendelijker waren over de verkiezingen en zelfs ook over Poroshenko. Dat geeft ook maar weer aan van hoe belangrijk het is van dat zo'n man in elk geval een vorm van steun geeft of een vorm van de voordeel van de twijfel gunt aan de nieuwe machthebber. Dit land heeft echt de sturing nodig. En komt dat nou doordat dat de NAVO aan het oefenen was aan de grens? Of... Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat Poetin zich daardoor laat afschrikken. Ik denk wel dat de NAVO dankzij de euro of de crisis in Oekraïne toch wel in zijn vuistje lacht. Want er is nu ineens weer een soort van identiteitscrisis van de NAVO is ineens overwonnen. Iedereen wordt weer aangespoord om toch maar weer vooral de contributie te betalen en de wapens geld aan de wapens uit te geven. Ja, daar is lange tijd is daar veel twijfel over geweest. En kijk alleen al in Nederland, als je de militairen spreekt, die zeggen dat het leger regelrecht is verwaarloosd. Ja. Nou, ik denk dat dat in de komende jaren wel weer enigszins wordt bijgetrokken. Nou, dan trekken we dat ook weer bij. RTL Nieuws-correspondent Jeroen Akkermans, dankjewel. Dankjewel, Jeroen. Pas op jezelf, hè? Kijk uit. Succes jongens, bye-bye. Sipinia die schreef vervlogen visioenen, een prachtige historie van vastberadenheid waarmee Nederland zijn hoofd in de Europese strop stak. Het boek heeft niet mogen baten, want we gaan er gewoon lekker mee door, Jan, of niet? Ja, dan heeft het alles schijn van, Siebert, het moet toch verdrietig zijn, want je bent al zo ontzettend lang bezig met die situatie, hoe het zich ontwikkelt, de toetreding van nieuwe lidstaten, de euro, nou verzin het allemaal maar niet. Als je dat nou dat je eigen boek een beetje... Ik heb het natuurlijk in één ruk gelezen. En dan denk je, mijn god, hoe is het in godsnaam mogelijk... dat we ons nog steeds in de maling laten nemen? Ja, dat hoor ik meer. Ik heb dat natuurlijk zelf niet... Ik heb het in de loop van de jaren geschreven. En ik heb het ook, moet ik je bekennen, niet nog eens een keer als boek gelezen. Dus, maar ik begrijp van anderen dat als ze het op een rijtje zien... dat ze in jouw kiel, net als jij ongeveer, geloof ik... Denken van, how stupid can we be? Ik zal een voorbeeld geven. In 2000 laat je een bankier, zeker Martien van Winden, aan het woord. Ja. En die voorspelt dus in 2000 dat de Nederlanders de komende jaren moeten gaan betalen voor de pensioenen en staatsschulden van landen als Griekenland en Italië. Ja. Dat is dus... Er was er nog één eerder, weet je dat? Dat was Frits Bolkestein. Toen die fractievoorzitter was van de VVD... zei hij dat in 1997, 98 zei hij dat ook al. Dat is nog eerder dan die bankier... Dus het is niet zo dat we het niet wisten. Alleen, Bolkestein werd er ook om uitgelachen... of als populist, als we iets gezien moet ik aannemen. Maar dat zijn wel meer van dat soort zaken geweest... bijvoorbeeld bij de invoering van de euro. Ja. Dat mensen zeiden, ja, maar dat wordt een beetje lastig. Dan hebben we nog wel last van hyperinflatie misschien... of dat soort zaken. Ja, en wat dacht je van hoe kom je daar nou bij? Nou, dat is toch ook allemaal gebleken? Ik bedoel, ja. Je ziet het allemaal gebeuren. 25 jaar geleden zijn die regels afgesproken. Iedereen mocht niet grotere staatsschuld... niet een grote begrotingsstabiliteit. Toen dat eigenlijk inging per 1 januari 1999... dus de gulden verdwenen iets later, maar toen begon eigenlijk de euro. Toen was er niet één land, ik dacht met uitzondering van Luxemburg misschien... die aan al die voorwaarden voldeed, ook Nederland niet. Dus ja, als je al aan die euro begint
Terwijl niemand aan de voorwaarden voldoet, dan moet je ook niet verbaasd over zijn dat daarna vervolgens de stabiliteitspact... En ja, ik was zo stom verbaasd dat die Italianen, dat wist ik dan nog wel, hoe die erin gesmiecht zijn eigenlijk, ja. Een beetje met valspel. Mm-hmm. Maar dat al zelfs Duitsland en Frankrijk al heel kort daarna zichzelf al niet meer aan het stabiliteitspact Maar zelfs bij het begin... 2003 of zo. Inderdaad, dus in eind 2003 hebben zij, die christendemocraten in Duitsland, Kohl en consorten, die waren nog vrij streng in de leer. Maar er kwam Schröder met GroenLinks, Fischer aan de macht vervolgens. En die waren aan het regeren in 2003 en die maakten meteen een deal met de Fransen. En die zeiden van ja, we komen in het probleem met die 3% grens en zo. Als wij nu met elkaar afspreken dat we ons elkaar dan gewoon niet aan houden. En die zijn volgens al die andere landen, binnen de ministergroep van Gerrit Salmstad en van Nederland, gaan intimideren. Dus Gerrit Salm die bleef als een van de weinigen over en sneefde in dat gevecht. Dus op dat moment was het stabiliteitspact. Dus maar dat zegt, is toch hilarisch dat we ons daar nu druk dan nog druk over maken? Ja, we zijn ons de pas weer druk over gaan maken, omdat bij de crisis van de afgelopen 5 jaar zo waanzinnig in de bocht zijn gevlogen overal. Het ging lang niet meer over 3%, het ging om 6 of 7%. En toen moesten op een gegeven moment die tekorten weer een beetje in het hok. Dus, echt serieus namen we dat stabiliteitspact, die regel dat we eigenlijk geen begrotingstekort mogen hebben, namen we in het begin van de eeuw al niet meer. Nu was afgelopen jaar kwam Lodewijk Asscher, minister Asscher, die kwam op een gegeven moment aan en die zei: ja, jongens, weet je wat we nou krijgen? Dat is niet te geloven. Want het is niet alleen een gezellige interne markt met z'n allen. Maar wat blijkt nou? Je mag dus gewoon als personen dus op een gegeven moment er overal heen gaan. Ja, en ook uit Polen of en uit wat Roemenië. Denk je nou? Ja. Dan komen straks de Bulgaren en de Roemenen hierheen. Ja. Dat is toch niet te geloven? En misschien verdringen ze dan mensen aan de onderkant, hè, van de banen. Dat moet toch niet kunnen? Ja. Terwijl... Dat is grappig. Dat is de EU. Daarvoor is het opgericht. En dat kon je in 92 al aanzien. Ja, en laten we niet vergeten, de Partij van de Arbeid liep altijd voorop in het openstellen van de grenzen. Dat dacht ik. Ik zal twee voorbeeldjes daarvan geven. In het begin van direct na de eeuwwisseling was het duidelijk dat die landen er in ieder geval in enige lijn tempo bij zouden komen, die Oost-Europeanen. En toen was Wim Kok buitengewoon boos op de Duitse bondskanselier Schröder, dat is hij weer, omdat Schröder zei: ja, laten we dan een overgangstermijn nemen voor het vrije verkeer. En Kok zei, Kok wilde dat niet. Nee, leuk, laat ze gelijk komen. Dat vond hij fout naar de oorlog of iets in die trant. Kwamen ook geen Spanjaard, dus is het ook wel meevallen. Dat kwam er ook nog bij. Ja. Er waren natuurlijk ook weer allemaal planbureaus en economen die zeiden: er is niks aan de hand. En ik herinner me nog dat Frans Timmermans, die nu minister van Buitenlandse Zaken is. Nee, die was toen Kamerlid. Ik heb het nu over 2003. Dat iedereen die met dit soort waarschuwingen kwam van dit loopt uit de hand en er gebeuren dingen die we niet willen. Die het over een lacherig deed over het gevaar van Poolse hangsnorren. Daar had hij het dan over. Ja. Dus nou ja, dat, inderdaad. Maar goed, het is een beetje flauw misschien. Maar als Lodewijk, als je daar nu over begint en eerder al PvdA-wethouders, dan raak ik lichtjes geïrriteerd, omdat zij eerder een paar jaar ervoor voorop liepen in het openzetten van die grenzen. Maar ook dat... misschien moet ik eventjes een beetje... Ik heb vakantie, hoor, dus ik ga binnenkort uitrusten. Ik neem een slokje water. Maar ook daarbij denk ik... Denkt u, meneer Asscher, nou werkelijk dat ik als burger denk: oh god, hij ziet het nu ook, dat het niet goed voor ons is? Nee, natuurlijk weet hij dat. Hij weet alleen dat wij als bevolking nu en masse weten en zien dat hij denkt: nou, laat ik maar even met ze meelullen. Terwijl hij weet precies wat het Europese project is. Ik vind het ook om. Maar inderdaad, neemt hij maar aan, zal hij denken dat wij dat serieus nemen als inwoners van dit land. Maar het is natuurlijk duidelijk dat als je mensen uit arme landen vrij toelaat naar Nederland, dat mensen uit een land komen waar het minimumloon het 1/10 is van hier, ja, dat die in ieder geval de onderkant van de arbeidsmarkt gaan bestrijken hier. En dat is een direct gevolg van dat vrije verkeer van arbeid in dit geval. En je weet dus dat met name de onderkant van de arbeidsmarkt in Nederland er last van heeft. Als je die vraagt dan om aanvullende regels of bureaucratie en controles, is allemaal onzin, zal nergens toe leiden. Als je de grenzen openzet met zo'n loonverschil, en trouwens ook met zo'n uitkeringsverschil, dan zal het een toestroom, met name van de onderkant van de arbeidsmarkt, uit Oost-Europa naar een land als Nederland opleveren. Ja, want 3 maanden asperges steken en je kan een bijstandsuitkering aanvragen waar je ook vandaan komt. Dat bijstand niet, denk ik.
Maar goed, in ieder geval, je kunt relatief snel gebruik maken van onze verzorgingsstaat. Of dat nou. Er zitten allerlei rare apparaties in. Je kunt bijvoorbeeld ook in Polen werkloos zijn. En dan daar een werkloosheidsuitkering hebben opgebouwd. Die jou bijvoorbeeld 2 maanden werkloosheid oplevert. En dan vervolgens in Nederland werkloos worden. En dan kun je dat. Het arbeidsverleden in Polen wordt dan opgeteld bij het Nederlandse arbeidsverleden. Waardoor je een Nederlandse WW-uitkering kunt krijgen. Dat soort zaken. Ja. Nee, want we betalen nog niet genoeg hier voor mensen die niet willen werken in het land. Dus ik ben blij dat we dat ook voor Polen die geen zin hebben. En Grieken die geen zin hebben. Ja, goed, maar wat we het over hebben, daar wemelt het dus van. Het wemelt dus van de dingen die destijds al voorspeld zijn. Ja. 2003, 2004, 2005. Ja. Nou, ja, natuurlijk met als grootste nachtmerrie. Het hele referendum, wat soepel genegeerd is geworden. Ja. Wat moet er gebeuren voordat de ogen open gaan? Nou ja, er is natuurlijk een sterke drift in de richting van die centralisering. Waarom? Ten eerste omdat het idee nog steeds is van dat je met z'n allen dat moet doen, omdat anders weer oorlog en Hitler, we hadden het er wel even over. Oh, dus dat hele spook van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hangt voortdurend over de Europese eenwording. En als je daar iets tegen een kanttekening mee maakt, dan word je als populist of extreem rechts neergezet. Ja. Dus dat werkt nog steeds. Dat zal steeds minder werken. Dat zien we aan de uitslag van deze verkiezingen trouwens ook. Maar dat heeft altijd sterk gewerkt. En bovendien, er zit natuurlijk een heel apparaat van mensen die leven van de eenwording. Het Europees Parlement noem ik een actiegroep voor zichzelf. Ja, we moeten nu naar het nieuws van 1 uur. Maar na het nieuws willen we heel graag van u weten, wie zijn nou degenen die hier uiteindelijk van profiteren? En waarom wordt er zo moeite gedaan om deze staatsvorm in stand te houden? Ja, want we gaan inderdaad even naar het nieuws van 1 uur. We gaan straks weer verder praten met Siep Winia, columnist van Elsevier. Tot straks bij de Echte Janne. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij de Europese verkiezingen in Nederland heeft het CDA de meeste zetels binnengehaald. D66 kreeg de meeste stemmen, maar dankzij de lijstverbinding met ChristenUnie en SGP krijgt het CDA meer zetels, namelijk 5. D66 haalt er 4. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen. De PVV haalt er ook 4 en dat is 1 meer dan donderdag werd voorspeld. VVD en PvdA krijgen elk 3, SP, GroenLinks en ChristenUnie, SGP 2 en de Partij voor de Dieren 1. 50PLUS, die donderdag volgens Exit polls nog een zetel haalde, komt niet in het Europarlement. CDA-leider Buma is blij met de uitslag en zegt dat zijn partij de stijgende lijn weer te pakken heeft. Ook D66-voorman Pechtold is gelukkig omdat zijn partij de meeste stemmen had. En PVV-leider Wilders is blij dat hij toch nog 4 zetels krijgt en dat het Front National in Frankrijk de grootste is geworden. De partij van Marine Le Pen, waarmee hij wil samenwerken, kreeg ruim 24% van de stemmen daar. De fractie van Christen, Democraten en Conservatieven blijft ondanks fors verlies de grootste in het Europese parlement. De Luxemburger Juncker heeft alvast het voorzitterschap van de Europese Commissie opgeëist, maar de sociaaldemocratische leider Schulz wijst erop dat hij dan ook de steun van zijn fractie nodig heeft. De Sociaaldemocraten blijven de tweede fractie, gevolgd door de Liberalen. Winst is er voor de meeste eurosceptische partijen. De PVV en Vlaams Belang behoren tot de weinige eurosceptische partijen die verliezen. Het is nog erg onzeker of de eurosceptische partijen samen een fractie kunnen vormen. De opkomst was 43,1%, ongeveer gelijk aan 5 jaar geleden. In Nederland was het 37,3, iets meer dan de vorige keer. De presidentsverkiezingen in Oekraïne lijken te zijn gewonnen door de schatrijke ondernemer Poroshenko. Volgens exit polls heeft hij 56% van de stemmen gehaald, waarmee een tweede ronde niet nodig zou zijn. Poroshenko staat bekend als gematigd. Hij wil de banden met de EU aanhalen, maar ook de relatie met Rusland verbeteren. Dan nog het weer, vannacht meest droog, maar in het zuiden kans op een bui. Overdag breiden de buien zich langzaam uit naar het noorden, mogelijk met onweer en lokaal veel regen. Het wordt morgen 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Nou, welkom terug bij Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. Ja, ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar dat heeft geen kans in. We praten nog even verder met Siep Winia. Die heeft het dus voorspeld. Ja, Nederland wil niet luisteren. En nu zitten we op de glijbaan naar de Verenigde Staten van Europa. En de vraag die nog even hangt is: wie profiteert hier nou eigenlijk van, Siep? Van dat, waar blijven beuken op dat Europa? Nou, dat is een EU, hè?
is een optelsom van bewegingen. Hè. Dus aan de ene kant, met name Frankrijk heeft gebruik gemaakt van de Amerikaanse druk om de baas te spelen in Europa. Dus die hebben altijd veel geld ontvangen voor de landbouwsubsidies. Is vooral betaald door de Duitsers. Dus ja, de Fransen hebben er belang bij. Fransen hebben ook altijd voor gezorgd dat ze veel vrienden kregen in Zuid-Europa. Dus die moesten ook allemaal in de euro. Er gaat veel geld naar die landen, dus die profiteren ervan. Er zijn een aantal reeks van grote ondernemingen hebben de afgelopen tientallen jaren ook hard geijverd voor de Europese eenwording. Voor hen is het natuurlijk makkelijker zaken doen met een paar ambtenaren die in de verte in Brussel opereren. Dan dat ze voortdurend in al die landen zaken moeten doen met mensen die wel dichter bij het publiek staan. Ja, we zouden ook een handelsverdrag met de VS boven het hoofd, waar ook van alles maar geheimzinnig over wordt gedaan, hè, begrijp ik. Ja, dat wordt echt geheimzinnig gevonden. In principe moeten we dat natuurlijk sympathiek vinden, dat ja. we handel hebben met, maar dat er in zo'n verdrag van alles wordt afgesproken, waardoor we nog minder te zeggen hebben over wat er bijvoorbeeld in ons land gebeurt, dat is dan weer vervelend. Maar zo is er een optelsom van belanghebbenden die allemaal gelegenheidsallianties sluiten, kun je zeggen. En daarnaast hebben we natuurlijk, is er in de loop van de tijd een apparaat opgebouwd van belanghebbenden die ook een eigen propagandabudget hebben. Dus de hele Europese Commissie, het Europees Parlement, nog allerlei andere instanties in Brussel en Luxemburg en Straatsburg. Hey, en hier? Zijn er gewoon hier ook politici die denken, joh, via de democratische weg is allemaal razend ingewikkeld. Ik voel me liever meer thuis in het Europees democratisch systeem. Nauwelijks, hè. In Nederland is het gewoonlijk zo dat politici zeggen, Europa best belangrijk, Europa stoppie, Europa fanfare. Dat was het gangbare politiek. Maar we hebben nooit gezien dat ze ook van plan waren om gezellig in het Europees Parlement gaan zitten of zo. Dus nee, de leftovers gaan er een beetje heen. Dus noem me Wim van den Kamp. Bijvoorbeeld. Dus de geloofwaardigheid van de politici in Nederland die steeds roepen meer Europa. Als Alexander Pechtold geen spitsend kandidaat is voor de Europese Commissie, dan vraag je af waarom. Sophie in het veld, nou dan weet je het wel. Hey, ja. Allemaal hartstikke leuk hoor. Want ik begrijp heel goed wat die Oost-Europese landen hier aan hebben. En ik snap nog beter wat die Zuid-Europese landen hier aan hebben. Maar wij zijn netto betaler. Wat hebben wij hier nou aan? En kijk, export, Jan. Maar ik weet dat gelul, dat horen we iedere keer. De export, nou, voor de EU hadden we ook best wel een aardige export. Rotterdam lag ook al aan het eind van de Maas en de Rijn, voordat de EU er was. Ja, en dan zeggen ze op een gegeven moment, ja, maar we hadden vrede. Dat klopt, daar heeft de NAVO voor gezorgd. Daar hadden de EU ook niet voor nodig. Ja. Dus alle argumenten voor de EU, voor Nederland, zijn in mijn ogen kul. En toen dacht ik, nou, als er dan zo'n intellectueel, als hij weer op bezoek komt, dan kan die haar van uitleggen wat we er nou toch echt aan hebben. Oh ja, leuk. Nou, dus wat wij er dan hebben is niet best te veel eigenlijk. Ja, aanvankelijk wel. In de jaren 50, toen ging er een Nederlander naar de Europese Commissie, dat was Sikkel Mansholt. Ja, die heeft alle Nederlandse boeren geweldig en een subsidie teruggelegd. Dus die Nederlandse boeren werden er zeker beter van. En tot 1990, moet ik zeggen, waren wij volgens die lijn netto ontvanger. Dus ook al waren we toen ook al redelijk welvarend, kregen we toch meer geld uit Brussel dan we erheen brachten. Maar weet je, het probleem is een beetje, Siep, ik ken geen enkele boer. Nee. Oh, wel waar. Moet je toch iets aan doen. Vossers, ja. Er gaat trouwens nog ieder jaar 1 miljard euro uit Brussel naar de Nederlandse boeren. Dus ik heb dat een keer uitgezocht, hè, waar het heen gaat. En die stemmen misschien CDA nu, vandaar het CDA misschien gewonnen heeft. In Groningen een trimsalon voor honden. Een uitlaatservice voor honden. Een polstok verspringclub. Nee, werd een stijger aangelegd. Voor de grootst mogelijke nonsens werd die Europese subsidiepot getrokken. Die gevuld wordt door ons. Maar omdat Frankrijk hem natuurlijk helemaal leegtrekt, dan zeggen ze, ja, maar we moeten die Hollanders ook wat geven. Ja. Ja, die Hollandse boeren, die als ze al bestaan, want de meesten zijn weg, ja, dan rooien ze het wel. Dus dan gaan we bullshit strooien. Maar het systeem zit ingenieus in elkaar. Want achterin volgende Nederlandse regeringen zijn voortdurend actiewezen voeren om minder te veel afdragen aan Brussel. En ondertussen werd hun actie ondermijnd door de provincies en burgemeesters, want die werden zoet gehouden door Brussel. Hè. Die wilden graag het geldstroompje dat ze uit Brussel krijgen houden. Maar mogen we vaststellen dat we dus netto betaler zijn en zullen blijven? Dat zonder twijfel. Maar ik hoop niet in de mate waarin dat de afgelopen 20 jaar, want we zijn de grootste. En waarom? Wat geeft jou het idee dat het nu anders zou worden? Nee, dat wordt niet anders. Het zou kunnen zijn dat we niet meer zo drastisch de grootste zijn. En dat enkele keer misschien een ander land ook een keer aan de top staat wat dat betreft. Nou, we gaan eventjes kijken. Jan is
ook een winnaar. En Siep, jij bent natuurlijk ook een winnaar. En ik ben natuurlijk eigenlijk de ultieme winnaar. Maar vanavond even niet, want we gaan nu even naar een winnaar, Jan. Wat een onwijs waardeloos bruggetje. Aan de telefoon Mona Keizer, Tweede Kamerlid. Godsamme! Aan de telefoon Mona Keizer van het CDA. En die hebben dus ja, gewonnen met minder stemmen, toch weer 5 zetels. En hartstikke gefeliciteerd. Hallo Mona. Nou, hartstikke bedankt. Gefeliciteerd Mona. Had je het verwacht? Nou, nee. Nou, weet je, ik zelf had wel zoiets van 4 zetels, daar ging ik eigenlijk vanuit. Ja, dat klinkt ook niet zo arrogant natuurlijk, maar daar reken ik wel een beetje op. En nu dat het er 5 zijn, is het natuurlijk prachtig. Ongelooflijk, hè? Ja, slim hoor, een lijstverbinding. Wanneer waren jullie daarop gekomen? Nou, dat bestaat al heel lang hoor, dus dat kan. Dus hé, Mona, maar eigenlijk hebben jullie verloren, tenminste stemmen. Nee, nou ja, wel in hoeveelheid stemmen, maar ja. Als je kijkt naar wat er aan de hand is electoraal, dan zijn we toch bezig met een stijgende lijn. Tweede Kamerverkiezingen 2012, 8,5%. De gemeenteraadsverkiezingen 14,3%. En nu zitten we op 15%. Dus de weg omhoog is terug. Maar Mona, D66 had de overwinning al gevierd. Vind je dat grappig dat het toch naar jullie is gegaan? Daar ben ik blij mee, maar D66 heeft meer stemmen, dus dat is ook een felicitatie waard. Ja, waar hebben ze al geen moer aan dan? Hé, wat was het geheim van jullie campagne waardoor het allemaal toch zo goed heeft uitgepakt, ondanks toch wat ja, aarzelende voorspellingen? Nou, we hadden natuurlijk een goede lijsttrekker. Esther de Lange heeft gedaan. Nog nooit verhoord. Goed gedebatteerd, maar we hadden ook gewoon een goed verhaal. Wij durfden te zeggen, mensen, Nederland hoort in Europa, daar horen wij thuis. Nederland hoort in Europa. Ja. Mona, wat zeg je nou? We liggen al ons hele bestaan in Europa. Nee, precies, maar Jan wil graag hebben wij gezegd aangedurfd om het te zeggen, maar in de EU zij daarbij aangegeven, we moeten stoppen met al dat, die federale discussies en alles moet nog meer naar Europa toe. In Europa zijn verschillen en zorg nou dat je met een aantal kopgroepen stappen kunt maken. Nou, ik vond het een topverhaal en de kiezer blijkbaar. Dus jij houdt de hongerige hordes uit het zuiden en het oosten bij ons weg, van nu af aan? Wie bedoel je nu? Nou ja, gewoon de armere landen. Die heeft het over een Europa van twee snelheden, van kopgroepen. En ja. Daar horen dus ook mensen niet bij. En als je die dus uitsluit, hoe ziet dat dan uit? Nee, dat is niet dat je ze uitsluit. Wat je doet is dat je zorgt dat er verschillen mogen zijn. Dat je niet een eenheidsworst over Europa uitstort. En dat je tegelijkertijd ervoor zorgt dat die het beter gaat met die landen. Want laten we wel zijn, als het daar economisch goed gaat, is dat voor Nederland ook goed. Want we zijn een exportland. Precies. Nou, ja. Maar zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat ze voorlopig uit de euro moeten of zo? Nou, nee, dat denk ik niet. Volgens mij is dat ook niet nodig. Er zit trouwens verschil, hè. Er zijn landen die wel lid zijn van de Europese Unie, maar nog niet in de monetaire Unie zitten. Dus dat is ook een vraag die je zo in zijn algemeenheid niet kunt beantwoorden. Hé, Mona, we zijn we zijn niet echt heel blij met jullie winst. We zijn ook niet heel erg boos met jullie winst. Nee, maar er is alleen één probleem. Eén probleempie. Wim van den Kamp, die gaat weer 5 jaar zijn zakken lopen vullen daar. Wim staat op, laat me eens even... Drie. In ieder geval zit hij drie. Dan hebben volgens mij Lambert en Annie, die hebben voorkeurstemmen. Ja, dat zou heel goed kunnen, dat klopt. Hey, Annie, is dat die mevrouw die in het oosten zo populair was? Ja, Annie Schreier, vind je er niet geweldig. 110.000 stemmen. Ja, tijgerin, hè? Onvoorstelbaar, hè? Tijgerin? Dat is een beetje de Mona Keizer van het Europees Parlement, wordt dat natuurlijk nu. Vind ik een compliment, dankjewel. Oké. Okay. Hey, dat is misschien een beetje onaardig, maar die Esther de Lange waar je het net over hebt, hè? Kan die het wel aan? Want naast dat we eigenlijk nog nooit van haar hadden gehoord, kijkt ze ook zo de hele tijd zo eng uit haar ogen. Wat is dat nou weer? Nou, ze is heel gedreven. En bij dat eerste debat stond volgens mij ook de camera net op zo'n manier. Ja, natuurlijk de camera. Dat je haar ogen zag. Maar het is een ontzettende intelligente vrouw. Al jarenlang ervaring in het Europese parlement. Dus ik heb daar vertrouwen in hoor. Dat gaat goed. Ik was een beetje bang dat die ogen er op een gegeven moment uit zouden poppen. Nee, ze zitten volgens mij goed vast. Oh, dat is wel fijn om te horen, Mona. Kijk, dat is toch wel prettig om dat jou nog even te vragen, hè? Ja. Hé, jullie zijn de boerenpartij natuurlijk. Gaan jullie de boeren flik aan de subsidiespeen leggen? Nou, we zijn een partij voor allerlei mensen. En wat de boeren betreft, en natuurlijk ook de subsidies voor de boeren, daar hebben wij gewoon, Jan, jij en ik, die onze boodschapjes in de super halen, voordeel van.
Want als dat er namelijk niet is, dan wordt ons eten hartstikke duur. Laten we nou ook eens net eens doen alsof dat alleen maar geld kost. Want het leidt ook tot een export van maar liefst 80 miljard. Ja, nou dan kunnen we... ook ontzettend veel geld op. We hoorden net van onze expert hier, Siep Wienia van Elsevier, zit nog steeds trouwens, dat wij waarschijnlijk tot in de gruwelijke eeuwigheid een grote netto betaler zullen blijven. En ik heb wel ook gelezen dat hij ook allerlei opvattingen heeft over dat verwerken van de export in dat soort berekeningen. Het is toch gewoon zo dat de EU ons meer kost dan oplevert? Wij betalen meer aan de Europese Unie dan dat wij via subsidies binnenkrijgen. Dat is waar. Maar de eeuwigheid is wel een heel erg lange tijd. Hè? Je bedoelt, het gaat nog binnenkort zo slecht met ons gaan dat we misschien toch weer geld krijgen uit Europa? Dat hoop ik niet. Want dan gaat het heel slecht met ons. Zo is het natuurlijk ook weer. Nou, of de boel die klapt gewoon uit elkaar binnen een aantal jaar. Dat kan natuurlijk ook. Hey, nou, dat hoop ik eigenlijk niet. Want als ik nu kijk naar Front National in Frankrijk, dan denk ik dat het heel erg goed is dat we met elkaar blijven samenwerken en handel met elkaar drijven. Want zolang we handel met elkaar drijven, slaan we in ieder geval elkaars hersenen niet in. Hé, nog één dingetje. De moederpartij is wel nog steeds de grootste, maar toch flink gekrompen. Hoe voelt dat? Dat is dan niet zo leuk, maar we zijn nog wel steeds te groot. Hè? Tel uw zegeningen. Ja, zo is het maar ook hoor. Dat positief van jou, Mona, dat vind ik nou enig aan je. Ja, wel, hè. Ja, hartstikke leuk. Nou, ga maar lekker slapen, want het is hartstikke laat. En je moet morgen natuurlijk weer het land redden. Of vandaag is het eigenlijk al. Ja, nee. Morgen naar Den Bosch, bij het CDJA. Wat is daar? Een feestje. Leuk. En dat is het. De hele dag. Voor de rest de hele dag niks. Lekker uitslapen en dan aan de party. Sorry, je viel net even weg. Zeg nog eens. Dat je gewoon lekker gaat uitslapen en daarna aan de party. Nee. Morgen moeten die jongens ook weer naar school. Dan is het goed. Even lekker boterhammetjes in. Ja, precies. De hoeksteen van de samenleving, dames en heren. Mona Keizer, hartstikke bedankt en gefeliciteerd. Dag. Bedankt. Welterusten. Het Haags geluid. Nou, dan gaan we nog eventjes terug naar Sibiria. Wat vond je nou van dat verhaal van dat we blij moeten zijn tijdens het boodschapje doen? Nou, het is, er gaat iets per jaar in totaal iets van 50 miljard euro naar de landbouw. Na de oorlog hebben ze dat verteld dat het moest vanwege de hongerwinter. Maar het was vooral het exporteren van Nederlands beleid. Want na de oorlog heeft die Mansholt, die van de PvdA was overigens, de enige PvdA-minister bij me weten die ooit de landbouw heeft geleid in Nederland, die heeft de boeren een soort vast steunprogramma aangeboden. Heeft vervolgens geëxporteerd naar Brussel. Met steun van de Fransen, die vonden het ook een goed idee. Te meer omdat de Duitsers het betaalden. En dat kost veel geld. En dat is. Ik moet wel ter relativering zeggen dat heel veel landen hun landbouw subsidiëren. En dan doen wij daar een beetje mee. Maar we hoeven dat niet op te jagen, natuurlijk. Gaat deze EU zo door of ontploft het nog een keer? Dat zal verbrokkelen. Dus de Europese Unie die zal blijven. Maar de een die doet dit met elkaar, de ander doet dat met elkaar. Vind ik ook niet zo'n slecht idee trouwens. Dus wij kunnen bijvoorbeeld samen met de Duitsers weer het euro gaan doen. Dat deden we vroeger ook al. De euro gaan doen? Ja, toen we de gulden hadden, hadden we in feite de mark. Alleen, ja, precies. Het leek net alsof er een gulden was, maar het was gewoon de mark. Dus we hadden toen al een eurozone met de Duitsers, zou je kunnen zeggen. Als we dat uitbreiden met fatsoenlijke landen als Denemarken. Dus een euro en een euro, dat soort dingetjes krijgen. Dat gaat ongetwijfeld gebeuren. De vraag is alleen wanneer. En is het dan ook zo dat ze op een gegeven moment zich niet gaan bemoeien met de kromming van een banaan en dat soort bullshit? Nou, dat zal blijven gebeuren. En ja, dat komt A, omdat we bedrijven hebben die dat fijn vinden om dat daarin te steken in Brussel. En in Brussel lopen ambtenaren rond en soms ministers ook die dat fijn vinden om daar mee te werken. Dus dat zal blijven doorgaan. Dat ze lekker kunnen ouwe hoeren over niks en toch hun geld verdienen. Zo is dat. Nou ja, er zijn ook altijd mensen die er geld aan verdienen natuurlijk. Dat de banaan niet 25 centimeter is, een bepaalde kromming heeft of niet een andere kromming heeft. Laten we ook niet vergeten dat die lobbyisten die steken dat in. En dus die verdienen er ook geld aan. Die drijven dat dus ook op. Het is gewoon business om over kletskoek te kletsen. Wat u zegt. Siep, mag ik hartelijk danken om hier te gast te zijn. Ook tijdens deze uitslagenavond. Ja, daar hebben we er zo bijna drie etmalen op moeten wachten. Maar ja, dan hebben we maar weer dan wel hebben we ook wat. Ja, dan hebben we in ieder geval een voorlopige uitslag. Voorlopig, hartstikke leuk. Hey, bedankt dat je bij ons aanwezig was. Want we moeten nou over gaan sporten of niet, Jan? Zeker. We gaan gewoon zonder verder omhaal naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Hallo Leo. Hallo Leo.
Leo, hallo, hallo. Leo, hallo, hallo. Hallo, Leo. Hallo, Leo. Hey, Leo. Hallo, hallo. Leo, hallo, hallo. Hallo. Nee, ik wil dat niet meer hebben, meneer. Waarom niet? Wil gewoon, dat wil ik ook schriftelijk hebben, dat ik gewoon fatsoenlijk aangekomen voor. Nou ja, ik wil niet veel zeggen. Ik hallo, Leo. Ik zou, nee, dat is, nee, niet hallo, Leo. Leo, hallo, hallo. Nee. Leo. Maar het is een beetje... Ik ben geen randebiel. Nee, jij niet, maar Jan wel. Ja, nou, nee, ik heb Jan al van de week alweer ergens voor uitgemaakt voor ongeluk. Dat meen ik ook niet. Nee, moet je opletten, hè, Leo, moet je opletten, hè. Ja. Jan Heemskerk heeft geloof ik, nou hij is nu 80, hij heeft 60 jaar in de media gewerkt, hè? Moet je opletten. Dus ja. Wij hebben vorige week dus dat verhaal over Mark Rutte. Ja. 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 Word ik op een gegeven moment door Jan Heemskerk opgebeld, zegt hij, ja Jan, nou laten we ons verhaal een beetje op elkaar afstemmen. Ja. Want voor je het weet zeg je het verkeerde in de media en blablabla. Dat ik denk, nou... Oké, het zal wel. Ik geloof niet dat ik dan ooit iets verkeerd in de media heb genoemd. Nou, dat wil ik over niet zeggen. Nou, hoppatee. Gaat bij mij een website open, heeft Jan Heemskerk een quote gegeven. Ja, Jan Roos is wel dom, maar niet zo dom. Nou ja, daar valt nog een op af. Dat is een geweldig compliment. Maar... Nou ja, van een mafist vind ik het een beetje moeilijk te begrijpen. Van een wat? Mafist? Ik heb de MAVO gezeten. Nee, joh, gek. Hartstikke niet. Mafist? Maar het ding is een beetje... Nee, we willen niet eens op ingaan, dat gezeik. Oh, maar, je wilt nu opeens niet op ingaan? Ik laat het zo... Nee. Heb ik al vaker genoeg met je gedaan, hondenlul. Nee, maar dan... Hij is wel dom, maar niet zo dom. Enige kwaad die je geeft. Dat is dus niet waar. Dan kan je beter zeggen, ja, meneer, ik snap niet hoe de media werkt. Kunt u alsjeblieft Jan ook bellen? Daar heb je wel gelijk in. Heb ik ook vervolgens gedaan, hoor. Ik zeg, nou, het is zeker waar wat Jan zegt van die Rutte. Heb je het gehoord vorige week? Of is die ontgaan, eigenlijk, Leo? Nee, dat is me niet ontgaan. Oh, nee, nou ja, maar goed. Dat is dus de vraag. Want Jan is natuurlijk een echte journalist en een goeie. Dus en die beschermt zijn bronnen. En dossier. En de dossierkennis heeft hij ook. Maar hij beschermt dus zijn bronnen. Dus we weten het eigenlijk wel, want Jan zegt het. Maar we kunnen het niet bewijzen, want dan moet Jan iemand slachtofferen. En dat doet hij ook niet, nobele jongen als het is. Dus je zit in een beetje klem. Dat is wel jammer, want... Ja, maar... Daar is niks aan te doen. Zullen we het over een andere homo hebben? Ja. Wat is er? Maar Jan Roos? Ja, ben je nou bedreigd de afgelopen week? Ik ben wel bedreigd maar niet daarom, week, toch? Maar niet daarom. Je bent vandaag nog bedreigd, of niet? Ja, ik ben vandaag ook een paar keer bedreigd. Ja. Waarom? Ja, waar ging het ook weer over? Oh ja, dat was over die mensen die vermoord zijn in Brussel. Ja, precies. Ja. Over die mensen die vermoord zijn in Brussel ben ik ook bedreigd. Ja. Ja, want daar twitter jij nogal voor zo over, hè? Nou, het is nogal vreemd dat bijna 24 uur doet om een beschrijving van een dader door te geven, terwijl... Ja, dat zijn niet details. Nee, maar ik vond jou, de mooiste details. Van jou vond ik wel, mooiste Twitter vond ik wel, moet ik even goed citeren. Details zijn eten vandaag, ja, pizza even, van de nieuwe barbecue. In het geheugen graven, dat was van leven in een, willen één Europa, en waar dan de Joodse mensen niet welkom zijn. Waar heb ik dat vaker gezien? Zoiets zei je, heb je toch getwitterd of niet? God, als Jan de woordvoering niet kan doen, dan kan jij het wel doen, Leo. Als je dan een voorbeeld geeft, geef dan een goed voorbeeld. Ja, dat heb ik helemaal nooit gezegd. Zei je dat niet helemaal, nee, precies. Dat zei ik dus niet. Nee. Je bent mij gewoon aan het stigmatiseren, omdat je zo'n hippie bent. Ik zei het toch ook vragend? Ja, maar weet je wat het is, Leo? Dan heb je het eigenlijk alweer gezegd, hè? Dat is Ja, precies. Dan word ik alweer als neonazi neergezet. Ja, maar ja. Nee. Jan is wel veel, maar geen neonazi. Nee, wel dom, maar niet zo dom, hè? Leonazi zei dat ook. Nee, dat zei... Zullen we het even over die andere homo hebben? Zo'n slappe plurrenschrap zou ik nooit maken. Nee, ik maak hem zelf wel. Ja, dat is goed. Nee, maar ja, dan ik zei homo. Dus... Doe je Ronaldo, bedoel je? Ja, maar ik zei dus... Zullen we het eens? Een groot Europees Rijk waar het onveilig is voor Joden. God, waar heb ik dat vaker gezien? Ja. Nou, dat is ongeveer wat ik zei. Nou, dat niet, maar wat is daar mis mee? Want nee, dat is een hele goeie. Jan kwam eigenlijk op voor de Joden in het algemeen. Ik vond hem wel een beetje kort door de En kop, of het nou neonazis waren of moslims die arme mensen omgelegd hebben, dat maakt Jan niet uit, want hij is gewoon pro-Joods, toch? Heb ik het goed samengevat? Pro-Joods. Nee, is het ook weer niet goed? Jezus, dat iemand die mij dus wel dom noemt, die dus hier, dit is een analyse dat ik pro-Joods ben. Ik ben, laat ik zo zeggen, anti-mensen door hun hoofd schieten vanwege hun religie of achtergrond. Oké, dus dan ben je niet pro-Joods gelijk. Eigenlijk, he? Nou goed, dan is Jan pro-iedereen die niet... Als het dus gewoon, zeg maar, stel nou dat dit, moslims zijn geweest. Zou wel niet, want dat is natuurlijk de religie van de liefde. Ja. Maar stel nou dat die moslims zijn. Ja. En stel nou dat die moslims 3 dikke mensen met een bril in Brussel doodschieten.
en twee dikke mensen met een bril in Parijs. Dan ben ik niet opeens pro-Jan Heemskerk. Dan ben ik tegen het vermoorden van dikke mensen met een bril. Wat zijn ze ingewikkeld? Kunnen we het nou eens over die andere homo hebben of niet? Snap jij het nog, Leo, of niet? Nou, je probeert hem toch een beetje te schetsen als een idealistisch mens. En dan bederft hij het zelf weer, weet je wel. Dat is toch zonde. Ja, ik wil het voor jou opnemen, Jan. Maar dat wil je helemaal niet, hè? Nee. Dat mensen het voor jou opnemen. Nee, precies. Kunnen we misschien gewoon een beetje het eindelgangetje blijven? Ja, heel goede andere analyse, homo. Theo. Even, Leo. Theo? Ja, Leo. Hoor je dat nou, Leo? Dan noem je Theo. Nee, dat is... Zo dronken. Maakt niet uit. Theo, andere homo. Nu! Nou, misschien moet het even over de andere homo hebben, want hij loopt echt rood aan. De adem begint lelijk te kloppen op dat linker slaapie. Leo Madrid! Ja, Leo Madrid. De rechter winter. Leo Madrid, ja. Je bent niet grappig, maar ook weer niet zo grappig. Ja. Is Leo Madrid is kampioen geworden, maar wat moet je dan zeggen? Is dat terecht een kampioen geworden? Leo! Ja, voetbalvraag, top is niet waar. We gaan het over sport hebben. Ja. Had ik niet op gerekend. Nee. Zeg dan ja of zeg dan nee. Knip, knap, heb je eigenlijk gestemd, Leo? Ja, dan weet je toch ook wel. De PvdA is toch een PvdA? Deze is het toch? Nee, is PvdA. Ik ben helemaal geen PvdA. Maar dat zie ik toch aan alles aan je. Dat doe je zo praat je ook. Nou ja, en trouwens, en wat dan nog? Nou, niks. Je moet alleen doodschamen. Real Madrid. Wat moet ik dan weer? Je doodschamen. Real Hoezo? Oh, dat het een verschrikkelijke partij is, Leo. Hoezo? Er zijn geen verschrikkelijke partijen, behalve een paar partijen die verschrikkelijk zijn. Maar verder niet, hoor. Ah, je hebt gelijk. Mooi gezegd, hoor. Ook heel idealistisch. Is Real Madrid nou een terechte winnaar, Leo? Ja, zeer zeker. Maar ik hoe vond jij trouwens, even over... Nee. Over hoe Ronaldo zijn shirt uitdoet. En dan dat laffe homo buikje van hem spant. Ja, en dan ook, staat te gillen. En hoeveel stond het toen? 4-1 of zo. Dit is een gesloten vraag. Ja, hoe vond je dit? Nee, je zeggen, dat zeg je toch? Nou, kan geen niet ja of nee op reageren. Ik vond dat hij zijn biceps een beetje raar aanspannen. Dat ging niet zo goed. Hij wou ook nog zijn borsten aanspannen. Dat lukte niet. Ja, precies. Hé, Leo. Jan heeft... Zeg maar. Jan is iets op het spoor gekomen. Nou, ik niet. Het stond op Twitter. Ja, nou, ik zeg maar nou gewoon dat je in één keer dat je het op spoor bent gekomen. Ik ben op het spoor gekomen. Je bent op het spoor gekomen. Ja. Op Twitter? Ja. Je hoeft toch niet altijd je bron te melden? Oh, nee. Ja, dat weet ik. Doe jij liever niet, hè? Wat? Bron melden. Waardoor iedereen weer in de problemen zit altijd. Ja. Maar goed, maakt niet uit hoor. Luister, ik zit dus... Nee, ja, natuurlijk. In 1966 won Oostenrijk het Songfestival. Werd in de FA Cup 3-2. Dat de winnende ploeg toen de tijd Everton 2-0 achtergestaan. Ja, en won Real Madrid de Europa Cup. Ja. Dat jaar werd Engeland wereldkampioen. Is dat toen nu ook zo? Fijn dat jaar ook, toch? Engeland. Ja, zeg ik, maar is dat toen nu ook zo? Aangezien al die andere dingen ook alweer gebeuren. Zijn dit de mysterieuze krachten van de sport? Nee, jongen. Engeland heeft maar een goede ploeg. Ja, maar nee, Engeland heeft best een aardige ploeg. En ze hebben een hele redelijke bondscoach. Dat hebben ze ook nog eens een keer. Die hebben ook een hele redelijke selectie bij elkaar geraapt. Niet te veel oude... Nee, dat zit wel aardig in elkaar. Hele rustige man die ook door veel van de pers wordt geaccepteerd. Dat hebben ze allemaal mee. Maar ze moeten spelen in de heetste stad van Brazilië. In dat Anaus of zo. Tegen wie eigenlijk bijvoorbeeld? Banaut bedoel je? Gaat het? Ik geloof tegen Italië, maar ik weet het niet zeker. Maar... Alsjeblieft op Engeland, maar geen kansen weet je toch ook wel. Nou, goed, het was ook maar een geintje. Ja. Nou, hartstikke leuk, Jan. Ja, ik moet één ding zeggen, je bent wel grappig, maar niet zo grappig. Mag ik het nog even hebben over Engeland? Wat is er in met Engeland dan? Is er iets de nationalisten wel gewonnen. Nee, luister even. Wat? Ja? Ja, vertel dan eens wat. Ja, ik wil me ook wel wat vertellen nu. Zaterdagavond was Real Madrid Atletico Madrid in Lissabon. Maar zaterdagmiddag was op Wembley de play-off wedstrijd voor de laatste promotieplaats naar de Premier League. En die ging tussen Derby County en Queen's Park Rangers. Nou, leuk. En bij Derby County is de baas Steve McLaren. Ja. Die weet wel. Kennen we nog wel. 7 jaar geleden was Steve McLaren bondscoach van het Engelse elftal. Ja. En stond op een regenachtige avond... Ja. Te kijken naar de wedstrijd Engeland-Kroatië. Ja. Die verloor Engeland met 3-2 en hij stond daar de hele tijd langs de kant van het veld met een paraplu met op. Verkouden. En sindsdien heeft hij de bijnaam The Wally with the Brolly. En dat, omdat Engeland afging in die wedstrijd en zich niet kwalificeerde voor het eindtoernooi door het verlies in die wedstrijd. Ja. Nu had hij eindelijk, na omzwervingen in het buitenland
Bij Twente succesvol geweest, maar bij Wolfsburg niet zo erg. Bij Nottingham Forest weer mislukt. Terug bij Twente, dat ging niet goed. En toen kreeg hij de kans bij Derby County dit seizoen. Ja. De finale te spelen. Na 7 jaar weer terug op Wembley. En toen? En Derby County speelt een fantastische wedstrijd. Echt. Maar verliest met 3-2. Kans op kans gehad en verloren in de laatste minuut. De eerste keer dat Queen's Park Rangers in de hele wedstrijd. Ik heb die wedstrijd gedaan voor Fox Sports. De eerste keer dat Queen's Park op doel schoot in de 90ste minuut. Bobby Zamora. Die bal gaat erin. Het is afgelopen. Weer heeft Steve McLaren een slechte herinnering aan Wembley. Jezus, je, moest dat nou zo lang duren, man? Heb je dit voorgelezen? De, ik denk dat... Weet je wat de winnaar van die wedstrijd aan extra inkomsten heeft volgend seizoen? Doordat hij in de Premier League speelt? 24 gevulde koeken per week. 134 miljoen pond aan televisiegelden stond er op het spel. Oké. Okay. Ja, dat is wel kut voor Steve. Ah ja, maak mij niet Steve nou uitzoeken, maar toch allemaal niet rotten, joh. Hey, heb je al zin in het WK, Leo? Ik vond het wel een mooi verhaal. Ja, en hey, Jan Heemskerk, vond jij het een mooi verhaal? Ja, ja, heel mooi, maar een beetje lang. Zou je even iets korter zeggen? Ja, ja! Ik had het ook wel korter kunnen vertellen. Ah ja, dat was beter geweest. Vond het... Oké, zal ik dan de korte versie nu doen? Nee, nou, die hebben we. Nou, ja, doe maar even. Moet je opletten, het is hem weer niet gelukt. Wie? Steve McLaren. Klaar. Oh, ja. Ben je? Oké, okay, ja. Kook je oranje bloed al, Leo? Kabbelt mijn oranje bloed al. Kookt! Nou, ik heb er wel zin in. Echt? Nou. Ja, ik vind het fantastisch dat wij de WK gaan doen met Louis van Gaal als bondscoach. Maar dat is toch elke dag smullen dat hij Wesley Sneijder meeneemt. Maar gaat hij nou wel of niet opstellen? Gaan ze spelen in de opstelling zoals de pers het wil? Als je nou de Telegraaf leest van afgelopen zaterdag, hè, de tendens tussen column van Jaap de Groot, die aan alle kanten probeert Louis van Gaal nu al vast te spijken dat hij inconsequent is. Heeft natuurlijk alles te maken met die fluwele revolutie waarin Louis van Gaal in de ogen van de Telegraaf een degelijke rol speelde, terwijl diezelfde Telegraaf een nog veel betekkelijker rol speelde. Maar, wacht even, wat wil de Telegraaf dat van Gaal doet? Geen tussenvraag. Jaap de Groot zei dat hij het heel gek vindt dat Louis van Gaal gekozen is door Manchester United. Want dat kan toch eigenlijk niet met al die grote namen. En dan ineens kan je afronden? Afronden, alsjeblieft. Even afronden, alsjeblieft. Nou, we zijn hier nog wel, bevalt het je niet? Ik versta hem niet, hoor. Hij zei, bevalt het je niet? Nou, het doet lang. Dus, ja, nou, leuk. Ja, die verhalen van jou die duren gewoon te lang, man. Ja, maar we maken het nou uit. Ja, we zitten niet meer in 1977 dat je lekker een kwartier over een of andere... Queen Park Rangers of god mag weten hoe ze heet, maar oude Nelen. Jan Roos, tot slot dan. Is het waar met Rutte? 1000%. Huh? 1000%! Of is het inmiddels alweer uit? Nee, het is nog steeds aan. Hij zei het niet, maar ja. Ja. Oh. Is het er misschien een jokkerbok? Jongen. Je snapt toch wel waarom hij het niet zegt? Maar nee. is het een keer met een Nederlander? Je bent, ondanks dat je zo slim bent, ben je nou niet zo slim, hè? Hé, dag Leo! Blijft u verkeerd met een Nederlander? Dag Leo, houd alsjeblieft op, ik heb een gezin in een gesodemieter. Of met een Tsjech? Nee, het is niet met een Tsjech. Onze Martin, dat was een verrassing geweest. Ja, ondanks dat Martin van veel warmte houdt, is niet Martin. Nee, nou, dag Leo! Dag! Dag Leo! Dag Leontje! Ik vond het wel lekker gaan. Ja, nou. Dag! Beetje langzaam. Lang? Saam! Dag! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Zoals hij zelf altijd zegt, beter één lul in de hand dan de lucht van 10. En hij is onze Martin. In Amerika heeft een jongen een aantal mensen doodgeschoten. Omdat hij kwaad was dat hij nog steeds macht was. Meneertje gaf vrouwen de schuld van zijn afwijzingen. Een walgelijke daad, maar ook een walgelijke reden. Want iedere man kan vrouwen krijgen, zover hij wil. Daar hoef je dus geen Brad Pitt voor te heten. Of George Clooney, of hoe heet die andere homo's. Martin heeft meer vrouwen aan die spit geregen dan die gemiddelde Surinaamse slager. En niet omdat ik zo knap ben, maar omdat ik weet hoe je die vrouwtjes kan lokken. De dames vallen op een paar dingen. Nummer 1. Macht. Stel iets voor, doe iets wat je goed kan en erkenning voor krijgt. Meisjes vinden het leuk als je door andere mannen gevierd wordt. Zo sta je hoger op die apenrotladder. Nummer 2.
humor. Je moet ze kunnen laten lachen. Hoeveel geld je ook verdient, humor maakt je opgewonden. Dus maak plezier. Laat ze lachen met die mond. En gebruik ook zelfspot. Want dat is die sterkste humor waar die vrouwtjes vochtig van worden. Nummer 3. Wees een hier. Open die deur. Neem haar jas aan. Betaal die rekening. Want dat zal nooit veranderen. Ook al staan ze erop, vinden ze je achteraf een grote boerenlul als jij die rekening toch deelt. En nummer 4. Ga op die doel af. Ze zitten er niet op te wachten om uren over die politiek te praten. Om alleen maar in haar ogen gekeken te worden. Kijk naar haar tieten. Kijk naar haar kont. Zeg er iets over. Laat blijken dat je haar wil beminnen. En dan pas happen ze toe. Afwachten is geen optie hierin. De jongen die om zich heen gaat schieten, omdat hij geen meisjes kan krijgen, had beter één kogel kunnen schieten. En dat was door zijn eigen onwetende hoofd. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ongelooflijk is het nou zo moeilijk. Een vrouw versieren is makkelijker dan een draad draaien na een handje pinda's. Ja, let je even niet op. Er zijn weer allerlei onverkwikkelde ontwikkelingen in het leven en de zaak van Edwin de Roy van Zuiderwijn. Hoog tijd voor een update over de man die niet alleen zijn schoonmoeder, maar ook nog de oude koningin van het gerechtel Slurian. Hele goede nacht, Edwin de Roy van Zuiderwijn. Ja, goedenavond heren. Hoe maakt u het? Ja, prima, prima. Hoe gaat het met u? Ja, fijn, fijn. Ik was net in Nederland om weer op de hoogte gesteld te worden van de nodige malversaties. Mooi. Nou, niet zo mooi, want ik hoop natuurlijk dat het geen malversaties zijn. Maar helaas, het OM dat was weer bezig vorige week en de Belastingdienst. Ja, want wat horen we nou? De Belastingdienst heeft beslag gelegd op de schadevergoeding die aan uw advocaat was toegekend. Toch? Ja, en dan nog niet eens de schadevergoeding. Dat is gewoon onkostenraadsman. Die de staat der Nederlanden, als ze de zoveelste zeepert bij mij behaald hebben, gewoon standaard moeten betalen. Ja, dat hoort en dat ook zo. Al eerder gedaan hebben. Maar nu moesten ze dat weer betalen, want uw advocaat had uren gemaakt. Nou, zij hadden de zaak weer verloren. En toen kwamen de centjes naar de advocaat. Maar daar was dus beslag op gelegd. Hoe kan dat in vredesnaam? Dat kan ook helemaal niet. En als u bedenkt dat het Openbaar Ministerie er die dag bijna 7 uur over gedaan heeft om met een persverklaring te komen. En als u die persverklaring dan leest... Ah, vertel eens. Ja, nou dan, ja, tranen schieten je eigenlijk in de ogen. Het is van zo'n labbekakkerigheid. Maar en, wat zeggen ze dan? Ze hebben 7 uur op een A4'tje zitten tikken en wat kwam eruit? Ja, en wat kwam er dan uit? Daar kwam uit dat het allemaal de schuld was van een belastingambtenaar. Ah. En, want die had mijn advocaat op televisie horen verklaren dat ik een schadevergoeding had gekregen. Oh. Ik zal het kort houden, heren. Die advocaat in kwestie is nog nooit op televisie geweest. Heeft nog nooit één woord over mij op televisie ooit gezegd. En dan heb ik twee vragen. U heeft geen schadevergoeding gekregen. Waarom eigenlijk niet? En wat als... omdat die schadeclaim nog gevormd wordt, die moet nog ingediend worden. Oké. Okay. En als hij dat wel op tv had gezegd, wat dan nog? Dat neemt toch niet weg dat hij uren gemaakt heeft... Nee, helemaal waar. Alleen dat ze dus zo ver liegen dat ze denken van nou, niemand zit op te letten. We verzinnen gewoon een verhaaltje. Dit is het Openbaar Ministerie, heren. Dat is echt vrij ernstig. Maar er is dus een belastingambtenaar, die zit dus televisie te kijken, die is aan het zeppen. Die kijkt eerst... Woestenburg. Hoe heet die? Woestenburg. Woestenburg. Nou, die achternaam zegt al meer dan genoeg. Ja. En die zit dus helemaal kwaad met zo'n smerige bakkie Senseo zit hij te zeppen. Ziet hij uw advocaat, die er eigenlijk niet was. En toen dacht hij, oh, dan ga ik daar eens eventjes een claim op leggen. Dat slaat toch echt nergens op? Oh, ja. Nee, dat slaat ook nergens op. En het ernstige is dat de Belastingdienst sowieso over geen enkel dossier een uitspraak mag doen. Laat staan naar iemand van het Openbaar Ministerie. En het is nog erger te constateren dat het verhaal dus van het OM een broodje aap was. Maar dat het ook eigenlijk betekende dat ze zeiden dat Gabriel Meijers in zijn verklaring, waarin hij het systematisch en opzettelijk genoemd heeft dat hier is gebeurd, dat hij onwaarheden zou gesproken hebben. En dat is nog kwalijker. Ja, dus die advocaat wordt ook nog een keer door de derde getrokken.
Ja, die mag ook nog even mee. Ik ben nog steeds bij het preventief vorderen van de Belastingdienst, Jan. Dat is toch ook wat? Ja, maar dat kan dus ook niet, want het slaat ook dus nergens op. Dus het kan niet en het slaat nergens op. Het gebeurt toch? Juist, ja. Nou, oké, die hebben we. Dat is het dagje van mijn leven, ja. Ja, die hebben we, meneer de Rooij. Maar nou, de rest van de malversaties. Wat is er nog meer gebeurd dat u helemaal naar Nederland moest komen om de brand te blussen? Nou, als de derde premier der Nederlanden op rij nu blijkt in december het parlement voorgelogen te hebben toen hij zei dat Nazi Bernhard geen contacten met de AIVD onderhield, nog dat geen van de familieleden die lui kon aansturen. Nou ja, ik weet al 15 jaar lang dat dat gelogen is, maar dat heeft hij verklaard. Trouwens, hij zei op dag 1 van het debat zei hij dat het wel zo was, maar op dag 2 zei hij nou toch maar niet. Ja, Rutte dat zijn acute aanvallen van Korsakoff, hè? Ja, ze hebben een klein telefoontje gehad van iemand. En dan heeft Van Raken van de SP heeft daar kamervragen over gesteld. En daar is nu antwoord op gekomen, althans in de zin... Nee, dat is het mooie. Ja. Hij is betrapt op een leugen. Oh. En die leugens worden ondersteund door nota bene documenten van dezelfde Rijksoverheid. Ja. En dan worden er dus voor de vierde keer in dit dossier Margarita Gate kamervragen gesteld. En dan heeft meneer dus nog een keer 6 weken nodig om een antwoord te formuleren wat afgelopen vrijdag dan is binnengekomen. En dat antwoord was, we hebben geen antwoord op de vragen en we hebben nog 6 weken nodig. Nou ja. Ja. Wij het zo langzaam zouden doen, Jan? Ik moet eerlijk zeggen dat ik zo langzamerhand ook paranoia begin te worden in Nederland. Door het systeem, door Europa, door de stemmers, door alles. Maar als ik u was, dan zou ik echt helemaal gek worden. Het is toch verschrikkelijk om zo te leven? Hortusdol, maar je moet de rust bewaren en recht vooruit. Want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. En er is natuurlijk niemand, zeker niet als de peilingen erop wijzen dat 17% van de Nederlanders je geloven en dat 83% zich afvraagt wat je er doet. Dat zijn natuurlijk geen goede cijfers voor de minister-president. En je kan maar zoveel liegen. Dus nu weer 6 weken uitstel voor nog meer leugens. Want wat ze proberen natuurlijk het zaakje onder het voetbalgeweld in de zomer weg te drukken. Dat er geen aandacht voor is. Maar aha, daar zijn de echte Jannen. En die zijn altijd, altijd waakzaam. Dat dacht ik wel, meneer Van der Rooij van Zuiderwijn. Want niemand heeft ooit vakantie bij de echte Jannen. Doet u het wel in juli? Want juni ben ik dan even weg. Ja, dan ben ik er alleen. Maar dat komt goed. U was ook bezig met de voormalige koningin civielrechtelijk voor de rechter sleuren. Was het niet? Dat is zeer kort door de bocht, maar mevrouw Amsberg wordt wel geacht inderdaad om verklaringen voor het groene laken af te geven. Ja, precies. En dan wilt u met die verklaringen afwegen of u dan voldoende duidelijk is geworden. Ja, dat zijn getuigenverhoren en daar zal al zoveel. Die zijn openbaar ook, dus daar bent u ook van harte genodigd. Ach, mag ook vrienden en familie meenemen. Oh, leuk. Zijn er ook hapjes? Dat kan allemaal. Ja, we zitten nog even te kijken of we nog picnic baskets bij de deur gaan uitdelen. Dat is wel leuk, hoor. We weten nog niet of dat marketingtechnisch te doen is. Ja, en de vraag is natuurlijk ook dat als u daar met gehaktballen of hoe heet dat, bitterballen oranje gaat staan... Bitter. Oranje bitterballen. Nee, maar dat dan de Belastingdienst zegt van deze vorderen, we vorderen 8 kilo bitterballen en mosterd. Nee, daar gaan we al, dan hang ik. U hebt gelijk, maar, namelijk als Ventener word ik weggezet. Ja. Meneer de Rooij, blijken dat haar voormalige majesteit wel degelijk wist van al die onderzoeken naar uw persoonlijke... Hij heeft opdracht gegeven, gaat u dan ook naar de strafrechter? Naar de strafrechter zullen we sowieso gaan, omdat de Staten Nederlanden en ambtenaren van die Staten Nederlanden strafbare feiten hebben gepleegd. En dat hebben ze al 10 jaar geleden toegegeven. Alleen is het zo gek, het OM heeft nog geen tijd gehad om die mensen aan te houden. Ja, je bent ook heel erg druk, hè, in Nederland. Ja, het is druk. Ja, u kent het, hè. Het is de tijd van het jaar. Het is druk met crimineeltjes. Ja. Ach, verschrikkelijk. Zeg, heeft u al een beetje samen met uw vriend en advocaat Gabriel Meijers bedacht wat de schadevergoeding gaat worden? Want hier hebben we het wel over een bedrag zo langzamerhand. Al die treinreisjes op en neer naar Frankrijk. Ja, en niet alleen dat. Zeg, u kunt geen normaal bedrijf meer in Nederland beginnen. Je wordt achtervolgd door alles en iedereen. Kijk, ik moet je voorstellen, deze schadeclaim, er liggen er nog andere, maar dit was van 1 rechtszaak waarin het OM mij valselijk beschuldigd heeft en mij valselijk achterna gezeten heeft. En als het OM dat doet en ze krijgen daardoor een OM-01-seponering om de oren geslagen, dan is dat de grootste afgang die een openbaar ministerie zich kan leiden. En kost dat dan? Dat hebben ze nu al 2 keer, wat kost dat? Dus dat hebben ze nu al 2 keer gedaan. En in die periode dat ook dit gebeurde, toen ook wederom was ik druk bezig om eindelijk dan aan het werk te komen. En jawel hoor, toen kwam deze incestzaak, want daar gaat deze seponering over, van Carlos Junior.
En ja, toen haakten de opdrachtgevers af. En dat heeft mij in dit geval een kwart miljoen gekost. Maar dat is een druppel op een gloeiende plaat, hoor. Ja, want we hebben het hier toch wel over zeker 10 miljoen, zo'n beetje bij elkaar. Nou, over de hele linie wat er allemaal gebeurd is. En sowieso aan de mensen aan wie onder andere Margarita ook nog geld schuldig is. Ja, dat onder andere aan mijn moeder trouwens. Ja, dat wordt ook allemaal verrekend. Maar goed, ik hou mij daar maar niet mee bezig. Ik ben voornamelijk bezig met het op koers houden van de boodschap. En die boodschap is dat mijn rehabilitatie nu toch wel aanstaande zal moeten zijn. Zeker. Tenzij de regering en tenzij de minister-president het nu voor de vijfde keer presteert om volk, parlement en pers voor te liegen. Dan vind ik ook dat de pers er echt eens op mag. Ja, en gewoon eens moet zeggen, maar meneer... dit kan zo niet. Nou, wij zijn meestal een beetje eerder dan de rest. U weet, de pers, hè? De pers die ook 10 jaar zijn smoel heeft gehouden over Demmink. De pers, zo kan ik nog wel even doorgaan. De pers dat bedoel ik maar. Ja, nee, dat klopt. Als de pers zich kan branden, dan gaan ze weg. Want dan denken ze, oh, dan zijn we straks geen vriendjes meer. En dan mogen we niet meer op reisje komen als we een foto mogen maken in leg van de hele familie. En je weet het wel, hè. Pers in Nederland is de slechtste beroepsgroep van de wereld zo'n beetje. Ze zijn alleen maar bezig met hun persreisjes. Nou, wat nou, nou. Niet iedereen. Ja, nee, niet iedereen. Nee, alsjeblieft. Ja. Het is toch verschrikkelijk slecht hier? Nee, Joop. Ja, maar Jan is ook zo'n allemans vriend. Die wil ook gratis champagne overal drinken. Nou, ik niet hoor, meneer de Rooij. Trouwens, over champagne gesproken, meneer de Rooij. Mocht u straks dus winnen. Dan zouden we dat wel prettig vinden. U krijgt 10 miljoen euro van de Nederlandse staat. En u woont nog in Portugal, dan blijft u wonen. Want fuck Nederlander, man. Mogen wij dan een keer komen zwemmen in het zwembad van uw paleis en wat champagne komen drinken? Hartelijk welkom, alleen er is geen paleis, er is geen zwembad. Hè? Waarom niet? En, hallo. Wij nemen het wel alleen maar op voor mensen die daarna in bonus zijn. Hè? Dat begrijp ik. Want, anders dan doe je. Ja, waarvoor zou je het anders doen? Ja, gerechtigheid zegt ons verder niks. Intenties moeten zuiver blijven, jongens. Precies, dank je wel. Maar als u dus die 10 miljoen krijgt, daar zit toch wel een borreltje in? Ja, ik denk dat we dan een lokale staande receptie in Amsterdam geven waar iedereen gewoon vrij langs kan komen. Oh, vind ik wel fijn. Dan hoeven we ook niet zo pokken in te vliegen. Nee, zo kast ik. Nee, wat dronken vliegen heb ik wel. Daar is ruimte. Daar kan je gewoon makkelijk langs lopen. Ah. Ik zeg maar een zijstraat. Ja, precies. Ja, gezellig. Nou ik wens u een prettig leven totdat we elkaar weer spreken. En ik voel dat het sneller is dan we denken. Opletten, jongens. Dan doen wij een updateje. En u moet ook nog een keer te gast komen als u in de buurt bent, hè? Dat is net weer misgelopen, maar ik beloof het. Zodra ik er weer ben, laat ik het weten en dan schuif ik af. Fijn. Okay. Meneer de Rooij van Zuiderwijn, dank u wel. Slaap lekker. Dank u wel, jongens. Blijf echte Jannen. Doen we. Dag. Echte Jannen. Het ziet er toch uit dat UKIP een gigantische overwinning haalt daar in Engeland. Zelfs in Schotland hebben ze zetel bewachtigd. Nou ja, dan moeten we nog maar even volgen hoe dat ervoor staat. Maar we gaan even iets anders doen, want we gaan namelijk naar de Liefdespanter. En de Liefdespanter, die koos ook anti-EU. Dagboek van de Liefdespanter. Uiteindelijk dacht ik zo. De gedachte van schaalvergroting, onderdeel zijn van een groter verband, een krachtiger eenheid, dat is sympathiek. Maar het is enkel sympathiek als je in dat grote verband je invloed voldoende kunt laten gelden. Beter de baas in eigen huis dan een van de 27 wijsneuzen die allemaal weten wat het beste is voor het dorp, zeg maar. En van wiens grillen je dus uiteindelijk afhankelijk bent. Ook in je eigen huis, snap je nog? Al zouden er in Europa, binnen de EU, beslissingen worden genomen volgens het een of ander sluitend democratisch principe, en dat is niet zo, hè, dan nog zou het zomaar kunnen dat de al dan niet goede bedoelingen van overige lidstaten zwaarder komen te wegen dan de belangen van Nederland. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wil je namelijk je eigen zeggenschap opgeven, mag daar wel heel wat tegenover staan. En dat is niet zo. Voorlopig zie ik dat we als Nederland meer te verliezen dan te winnen hebben binnen Europa. Met andere woorden, een stem voor meer EU, voor überhaupt EU, is een stem die zegt, we krijgen het slechter, maar gelukkig hebben we ook minder te vertellen. Mij lijkt dat geen sterke deal. Maar een derde van de Nederlandse kiezers is komen stemmen en een groot deel van hen vindt het kennelijk prima. Twee derde is niet komen opdagen, omdat ze al lang de moed hebben opgegeven dat er überhaupt nog iets in de melk valt te brokkelen. Dat is ook al erg. We zijn nu definitief overgeleverd aan de raskronkelaars die onderling en ondemocratisch de poed in Europa verdelen. De carrièrepolitici en de ambtenaren. En dat is misschien nog wel het ergste.
Bah. Dagboek van mijn liefdespanter. Goed gezegd, Jan. Goed gezegd, jongen. Dankjewel. Misdaadverslaggever Paul Vugtjes van het Parool die schreef het boek Doorgeschoten over een nieuwe generatie jonge gewelddadige criminelen in de hoofdstad. En het is geen vrolijk plaatje, Jan. We bellen even met misdaadschrijver Paul Vugtjes. Hele goede dag, Paul Vugtjes. Goedendag. Dag, Paul. Zeg, je beschrijft in je boek 10-11 zaken, lees ik, waaronder de granaataanslag op de rechtbank, waar jonge criminelen de hoofdrol spelen. Ja, 10 of 11, Jan. 10... Tien of jij zegt 10, 11 zaken. Ja, dat zei hij zelf ook. Dus maar je kan toch wel weten of er 10 of 11 zaken zijn. Als je het zelf niet weet, vind ik het ook moeilijk om het te raden. 10 of 11 hoofdstukken in. Ja, ja, ja. Het is een complex geheel van zaken. En daardoor kun je soms zeggen, de ene zaak loopt je de andere door. En zie je wel. Er is gewoon een duidelijke verklaring voor. Ja, maar zeg dan 10 of 11 zaken. Ja, maar we zijn niet altijd zo boos. Hebben we meneer Vugts aan de lijn? Het is een misdaadrijver. Sorry hoor, meneer Vugts. Maar als Jan zegt dan 10, 11 zaken, denk ja, dan had je toch gewoon kunnen kijken of het er nou 10 of 11 waren. Goed. Streven naar zorgvuldigheid en punctualiteit, ben ik mee eens. Ja, Jan, en naar een grote dossierkennis, zegt Jan altijd. Ja, maar dat heb ik van huis uit. Ja, nee, je hebt het boek ook weer van voor tot achter gelezen. Zo. Ja, dat doe ik altijd. Ja, goed, hoe dan ook. Dan zullen we het even hebben over Gwyneth Marta. Die is ook neergeknald van de week. En is dat nou ook zo'n voorbeeld van zo'n nieuwe generatie crimineel of die oude stempel? Nou, ik moet zeggen dat hij op het snijvlak zit, want hij is ietsje ouder dan de hele jonge jongens. Hij is net 40 geworden. De meeste jongens in mijn boek zijn jonger. Maar hij is wel echt een representant van die generatie. Hij is wel vanaf zijn 15e levensjaar zo'n beetje bezig met, laat ik zeggen, in beeld komen bij justitie. Hij woonde in de pijp, groeide daarop. Met allemaal mensen, met allemaal criminelen die later... Er zijn er al behoorlijk wat van omgebracht ook. En... Hij was met straathoog bezig en later is hij in beeld gegaan voor drugshandel. Softdrugs, dat geeft hij ook altijd wel toe. Hij werd ook voor harddrugs verdacht. Nou ja, in de laatste tijd was hij natuurlijk steeds meer in beeld. Ook in verband met allemaal liquidaties die in Amsterdam zijn gepleegd. Waarvan overigens nog niet een rechtszaak is geweest, zodat hij daar, of een aanklacht zelfs maar, dat hij schuldig is geweest aan liquidaties. Ja, dat doet ook niet meer, want hij is neergepaft. Dus dat is nergens meer nodig nou, toch? Zo is dat. Wat ik wel heel grappig vond, was dat zijn advocaat zei dat meneer Marta is neergekrald omdat de politie niet goed hun best had gedaan. Dan dacht ik, nou, als meneer Marta gewoon lekker bij de zeeman door kinderen in elkaar geknoopte sokken had verkocht, dan was hij niet doodgeschoten. De advocaat heeft het niet zo gezegd, maar ik snap je gedachten. Nou, dat is toch wel weer fijn dat we op dezelfde manier denken. Maar goed, het boek gaat dus over de jonge generatie, nieuwe generatie. Ja. En daar valt een aantal dingen aan op. Ze radicaliseren, zoals dat zo mooi heet, razendsnel. Ze zijn vuurwapengevaarlijk, laag IQ. Nou, vertel zelf maar, wat is het voor een volk? Nou ja, dus, zoals je het zegt, je valt het best wel adequaat samen, moet ik zeggen. Ja, kan ik wel. Het is jongens die heel snel van etterbakjes op straat doorgroeien naar keiharde criminelen. Makkelijk over vuurwapens beschikken en die ook gebruiken. En die denken dat een overval op juwelier een beetje gelijk staat aan het pinnen bij een pinapparaat zoals wij het zouden doen. Ze hebben dus zeg maar een iets andere manier van denken dan de gemiddelde normaal persoon. Zo is het. Ik denk dat hun referentiekader een totaal ander is dan dat van jou en mij. Hoewel we elkaar niet zo goed kennen, maar daar ga ik vanuit. Ja. En nu moet ik nog... ik krijg u net een sms'je van Geert Wilders. Die vraagt... meneer Vugts, zijn het dan Marokkanen? Ik heb in mijn boek gezocht naar de grote zaken. Niet per se de nationaliteiten, maar 80% zijn Marokkanen ongeveer. 80%? Ongeveer van de jongens die ik beschrijf. Ja, en de Amsterdamse recherchechef Marjolein Smit, die zegt eigenlijk ook, hè, dus de groep, de rest van die buitenlandse groep, die integreert na verloop van tijd wel, neemt dat ook een beetje af. Maar deze groep, doordat die dus niet integreert, blijft maar een soort broedplaats voor hele harde criminelen. Vat ik het zo weer goed samen? Ja, precies. Dat is ongeveer het punt dat je over deze groep kan maken. Ik ga het natuurlijk over een deel van de Marokkaanse samenleving. Maar deze jongens, hun jonge broertjes en neefjes en buurtgenootjes... volgen gewoon de jongens weer op die vast zijn komen te zitten. Nou, dat zeggen ze ook. Hè? Als er eentje vastkomt, als we er eentje pakken, dan staan er morgen weer 2 nieuwe. Nou, dat is zo. En het gaat allemaal om snel status op straat, snel geld, jassen, van die dure jassen met bontkraagjes, monkelenjassen heet dat.
Dure schoenen, een mooie auto, dat is... Het kost termijn denken, zeg maar. En niet denken over de gevolgen. Het is weer een beetje het verhaal van vroeger. Papi is er niet. En mami behandelt ze als een prinsje. En ze worden natuurlijk ook gediscrimineerd. Zijn is het een soort samenvattingswedstrijd, dit interview of zo? Misschien... Wil jij iets vragen? Ga rustig hier gaan. Je hoeft niet per se af te zeiken als je gewoon even twee seconden niet tussen komt. Maar het is misschien wel leuk als je iemand opbelt dat jij niet heel dat dingen samenvat. Maar dat je gewoon dingen vraagt. Maar daar moet je opletten. Ja, probeer eens. Meneer Vughts. Ja. Hoe komt het nou dat die jongens zich zo gedragen? Kijk, dan kan hij dus dat lijstje opnoemen. Dan hoef jij dat dus niet te doen. Maar ik dacht, als je eerst een beetje zelf iets zegt, dan kan hij wat deed die op de materie. Het punt is dat je niet een beetje iets zegt, maar dat je gewoon ellenlange verhalen vertelt. Oh. En dat meneer Vughts dan eigenlijk zegt, ja, dat heb je wel goed samengevat. Ja, en daarvoor bellen we meneer Vughts niet, hè? Om jouw compliment in je dikke hol te schuiven. Nee, sorry, meneer Vughts. Hoe komt het dat die jongens zo radicaliseren? Dat zeg ik niet. Ja, kijk, het is natuurlijk... Het is natuurlijk wel zo dat veel van die jongens geen kansen zien in de samenleving. Dat is geen manier om ze goed te praten. Nee. Maar het houdt zichzelf in stand. Dus ze krijgen geen stage en geen werk. Ik bedoel, jonge Marokkanen, omdat de Marokkanen slechte naam hebben. Nou, omdat ze geen stage en werk krijgen, gaan ze snel de criminaliteit in. En dus krijgen de volgende geen stage en geen werk. Snap je? Dus, visuele cirkel. Zo is het. En kan je misschien ook iets over hun ouders zeggen? Want dat zei Jan net zo mooi. Nee, dat liever niet. Dat heb ik namelijk al gezegd. Als je nou iets vertelt even over dat top 600 beleid, wat dat een beetje werkt. Ja, kijk, ik denk dat het wel... Weet je wat het is, Jan? Of moet ik het even vertellen? Nou, dat weet ik wel. Laat ik het vertellen. Weet je, ik vertel wat. Nou, waarom niet? De top 600, dat is een aanpak die erop gericht is om de 600 ongeveer gewelddadige criminele jongeren van Amsterdam... Hoeveel Marokkanen zijn dat? Wat zeg je? Hoeveel procent is daar Marokkaan van? Nou ja, ook een heel groot deel. Ook 80%. Die percentage wordt natuurlijk niet vrijgegeven, maar een groot deel. Okay. Maar kijk, de overheid probeert met meer dan 30 instanties, mind you, dat is wel een heleboel, met meer dan 30 instanties om de 600 grootste problemen jongeren op gewelddadig vlak uit de criminaliteit te halen. Op zich is dat heel goed te begrijpen en ik denk dat het ook wel een goed idee is om het te proberen. Maar voor je in die top 600 komt, moet je wel heel vaak tegen de politie zijn aangelopen. Kijk, er zijn natuurlijk jongens die net iets meer streetwise zijn en die niet zo vaak gepakt worden, dus die komen niet in de top 600. Dus die hele aanpak, dat moet je vooral doen. Maar je gaat daar een belangrijk deel van de jongens die ik in mijn boek beschrijf, niet mee pakken. Ja, omdat ze gewoon niet vaak stom genoeg tegen de politie aanlopen. Dus eigenlijk is het meer de 600 achterlijkste Marokkanen van Amsterdam. Ik laat de formulering even aan jullie daar. Oh, en hem, hè? Oh ja, Jan is iedereen's vriend, hoor. Zolang je maar betaalt, hè. Maar goed dat het geen oorlog is met types zoals Jan. Nou zeg, gaat een beetje minder. Nee. Meneer, wel dicht dat je bent. Meneer Vughts, mag ik u hartelijk danken voor uw wijze woorden. Uw boek is nu te koop, hè? Je hebt niet gezegd hoe het heet. Het heet Doorgeschoten, het kost 15 euro. Het is een fantastisch boek en iedereen moet het kopen. 15 euro? Een hoop geld, zeg. 14,95. Oh, dan valt het mee, dan valt het allemaal mee. Meneer Vughts, dank u, slaap lekker. Fijne nacht, hoi. Hoi. Echte Janne. Ja, voordat we naar het weer gaan, doen we natuurlijk eerst even de groeten aan Prinses Della. En nou gaan we gelijk weer door naar het weer, want het was een mooie week. En dat kan natuurlijk niet lang goed blijven gaan. We gaan snel naar Lichtenberg voor het vonnis van ons orakel Gerrit Vossers. De weerboel van het oosten bekoekeloert het weer. Dat duurt een keer op keer. Bekijk de atmosfeer. Ja. Gerrit, het wordt takkenweer, of niet? Gerrit! Niet echt. Wel drie natte dagen. Dan noem jij geen takkenweer? Vanmiddag begint dat al. En morgen en overmorgen ook. Maar een beetje regen kunnen we in de Achterhoek wel gebruiken. Ja, in de Achterhoek, maar daar wonen wij niet, hè, Gerrit? Nee, maar jullie hebben zoveel kanaal, dat water lopen jullie wel weg. Hé, maar Gerardos, gaat het door heel Nederland pissen vanavond, morgen en overmorgen? 40, 50 millimeter. Jezus, en dan wanneer wordt het dan weer mooi? Met hemelvaart, als je op donderdag op de fiets trapt, ja. Hey, waarom zouden wij zorgens vroeg op de fiets stappen? Nou, godsnaam op hemelvaart. Anders kun je toch niet doodtrappen? Ach man, doodtrappen. Maar daarna wordt het dus mooi, maar hoe mooi? Ja, nou, gewoon gematigd. Gewoon gematigd mooi. 21 graden voor het weekend. Ja. Beetje en het hele weekend door. Ja. Beetje zoals dit afgelopen weekend, zeg maar. Nee, dat is het afgelopen weekend weer. Ja. Maar wordt het s'avonds ook dus ook koud?
S'avonds koud, fris wordt het. Ja, fris, koud dus. Ja, ja. Ja, ja, maar dat noemen ze. Koud. Ja, ze noemen het koud, dan is dat fris. Dan lopen ze in februari al in shorts. Ja, nee, maar ja, februari is koud. Gerrit, dit is een nationale zender, hè? Dus niet iedereen woont daar in dat poepgat waar jij vandaag komt. Met zo'n geruit overin met korte mouwen. Godverdomme. Ja. Ik ben toch wel blij dat het bijna afgelopen is, deze show. Ik ben een beetje chagrijnig geworden. Ja, beter vandaag. Kan gebeuren, zeg. Heb jij nog gestemd, Gerrit, voor die verkiezingen? Nee, ik heb niet gestemd. Waarom niet, Gerrit? Omdat je geen vertrouwen hebt in dat tuig in Brussel? Jawel, maar ik ben het echt katsvergeten. Katsvergeten? Je bent zelf ook een politicus. Ja, katsvergeten. Ja. Je vergeet er niet je stemrecht te gebruik te maken. Nee, weet je dat je ook Jan en mij in het ongeluk gestort hebt? Godverdomme, nou hebben die smeerpijpen van D66, die mensen die ons land willen opheffen. Ja, 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 Gerrit. En de Achterhoek ook, hè? Ja, ik weet wel dat je het gewend bent, omdat je bijna met je hol in Mofrika ligt. Maar niet iedereen wil dat, hè? Ja, hier is de Duitse sprake wel heel veel. Oh, zie je wel. Ongelooflijk. D66er. Wat was jouw rol tijdens de oorlog, Gerrit? Als ik vragen mag. Nou, ik liep nog met vader. Ik sprong nog met vader over de heg, laat zo maar zeggen. Oh ja, nog niet geworden. Dus. Nee. Heb je nog een mooie weerspreuk voor deze week? Ja, dat is wel een. Dat heeft ook een beetje met de regen te maken. Als de haan niet kraait voor het avondrood, gaat het regenen. Of gaan we dood. De haan is dood, ja. Oh, ken je die al? Heb je al gezegd vorige week? Nee. Dat is niet zo moeilijk te gokken, deze. Dit zag Stevie Wonder nog aankomen, dit grappie. Godverdomme slecht. Oh, ik wist niet dat het grappie was. Nee, maar ik zei een mooie spreuk, maar... Ja. Maar we hebben ook niet zoveel tijd meer. Hey, weet je trouwens, wat denk je wat we gaan doen op het WK, Gerritje? Ja, oh ja. Het zal wel in het begin even jubel zijn, maar de mensen wachten eerst af, hè, tot ze de halve finale hebben bereikt. En dan gaan ze een beetje juichen. Halve finale. Dus jullie hebben de stallen nog niet oranje geschilderd? Nee. Tegen die tijd... De café Morgenrood ligt er nog helemaal maagdelijk bij, dat is niks aan de hand. Ja. Ik denk dat tegen de tijd dat de halve finale gespeeld wordt, heel oranje op Ibiza op een beetje ligt. Misschien wel. Ja, nee, goed. Niet nadoen is niet aardig, hè. Mag het ook niet helpen. Hij is vergeten te stemmen, zeg. Dat is toch ik lach niemand uit. En dan ben jij een man met een voorbeeld. Je hebt toch wel Paul Witteman wel? Ja, ik ben niet een uitlacher, ik ben wel een uitlacher, maar niet zo'n uitlacher. Oh. Nou, dag Gerrit! Dag! Goed gaan. Doeg, jullie! Hoi! Gerritje! Dag! Oh, de naneuk. Nou, dat is voorbij gevlogen, Jan, of niet? Dat dacht het wel. En leuk. We hebben weer 5 jaar lang een nieuw Europees parlement. Ik hoop dat er hele mooie dingen gaan gebeuren. Ja, ik deed net de groet aan prinses Dilla, maar het was prinses Dila. Wie is Dila? Ja, dat kan ik niet vertellen, maar je gaat wel mooi de mist in als je gelijk die naam verkeerd zegt. Ja, nou, sorry, Dila. 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 Volgende week hebben we trouwens een D66 erin. Ja, laten we dan gewoon maar doorgaan. Casey Verhoeven, de grote campagneleider. Nou, dat wordt lachen, hoor, want Kees heeft ongelooflijk humor. Ondanks dat hij weinig verstand heeft van politiek. Maar ja, kan ook niks helpen. Tot volgende week. Bij Echte Jannen. Ciao. Tot zover Echte Jannen. Echte Jannen. Kunnen we het nou eens over die andere homo hebben of niet?